Lekker en zo'n band. Power to the people. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Tech Talk Late Night, aflevering nummer 6 alweer. En zoals je gewend bent van ons, hebben we iedere keer weer een ander thema met een andere partner. En vanavond hebben we er zelfs twee. De Dutch Hosting Providers Association, dat is een club van alle Nederlandse hosting providers, zijn erin vertegenwoordigd. En Google. Jawel, Google. Ja, super trots dat we een keer zo'n groot bedrijf hebben als partner bij TikTok. En waar wilden zij het over hebben? Cyber surveillance. Nou, op zich hebben we het daar natuurlijk eerder ook wel eens over gehad. Hè. Met ECP hebben we toen uitgebreid over privacy gesproken. Met HCC hebben we het over computerveiligheid gehad. En we hebben ook een aflevering gehad speciaal voor de politie. Hè, de Cybercrime Challenge. Maar nu dus ook de bedrijven aan het woord. En heel specifiek gaan we het hebben over een wetswijziging die eraan komt. Computercriminaliteit nummer 3. Nou, dat zegt u misschien nog niks, maar het staat ook wel bekend als het terughekvoorstel. Dus dat de politie criminelen kan gaan hacken. Nou, zult u denken, dat is op zich prima natuurlijk, want zoals de politie een huis van een verdachte kan bezoeken, om daar te zoeken naar bewijs of verdachte, dat soort dingen, moet dat ook bij een computer kunnen. Daar is op zich niks mis mee. Maar het voorstel gaat verder. Ze moeten ook malware gaan installeren, waardoor er allerlei deurtjes open blijven staan. En wat gebeurt er dan wel niet? Het kan ook gevolgen hebben voor de persvrijheid. Daar gaan we het ook over hebben. Het kan economische gevolgen hebben. En ze kunnen het ook doen als die computer in het buitenland staat. Gaat allemaal best wel vrij ver. Nou, dat voorstel dat gaat natuurlijk in Nederland nog een paar keer heen en weer, maar dat komt binnenkort in de Tweede Kamer. En daarom dachten we, we doen deze avond om dit onderwerp breed te bespreken. Want natuurlijk, het is een privacy kwestie. In wezen schenden ze jullie privacy. Ze hebben daardoor ook al 2 keer de Big Brother Award gewonnen voor dit voorstel. 1 keer Team Hard to Crime zelf. En de laatste keer ook minister Ivo Opstelten. Het heeft niet geholpen. Sterker nog, ze waren trots. De politie is er om onze privacy te schenden natuurlijk, als we iets misdoen. Maar het is meer dan dat. We willen ook laten zien hoe dat nou juridisch in elkaar steekt. Klopt dat allemaal wel? En wat de gevolgen zijn voor bedrijven die achter het internet hangen, de hosting providers, de uitgevers en al dat soort mensen, als daar ook gehackt wordt, wat gebeurt er dan met hun? En misschien wel de bottom line van het alles, ze gaan eigenlijk iets doen wat de criminelen doen. En maak je daar het internet wel veiliger mee of juist onveiliger? Kortom, een heel ingewikkeld onderwerp, wat op een leuke manier gaan we spreken met heel veel gasten. We hebben gasten uit bedrijfsleven, juristen, uitgevers en al dat soort mensen. Want dat is TikTok, moeilijke onderwerpen leuk maken. Nou, en vandaag hebben we ook een bijzondere missie, want we willen ook deze boodschap overbrengen naar de Tweede Kamer. Want daar zitten de mensen die straks hierover moeten gaan stemmen. Nou, ik heb het geprobeerd te lezen, 78 pagina's juridische tekst, geen doorkomen aan. Dus dat gaan we nu even in de kleine 2 uur even behandelen. En we hebben natuurlijk ook een Kamerlid daarbij, want die mensen moeten het uiteindelijk gaan doen. En we zijn ook wel heel trots dat we nu een Kamerlid hebben die ook een beetje technische kennis hebben. Nou, ze is bij de PvdA, zo woordvoerder ICT. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Astrid Ozenbrug. Hey Astrid. Nou, welkom hier bij TikTok Late Night. Wat ik nou zo leuk vind aan jou, hè, Kamerleden, daar heb je heel veel juristen, historici, dat is allemaal heel belangrijk. Maar jij bent systeembeheerder geweest, ja. Onder andere bij Access for All, dus dat is wel leuk. Er is eigenlijk een Kamerlid met technische kennis, die zijn er ook wel, maar ze zijn zeldzaam. En bij dit soort onderwerpen heb je die mensen nodig. Nou, je zit nu iets meer dan een jaar in de Kamer. Wordt er ook vaak een beroep gedaan op jouw technische kennis? Ja, maar dan meer achter de schermen. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, Kamerleden zijn allemaal heel erg ijdel, dus die willen niet te snel laten merken dat ze iets niet weten of kunnen. Oh, dan doen ze alsof ze er verstand van hebben. Precies. En dan zeg je van ja, dat zeg je. Precies, maar nou dan komen ze eerst bij mij. Ja. Dus. Oké. Okay. Heb je een beetje geen zin daar? Ja, ik vind het na een jaar begin ik langzaam een beetje te wennen aan hoe het werkt in Den Haag. Oké. Okay. Nou, ik zal je nu nog niet vragen wat je vindt van het wetsvoorstel. Je hebt natuurlijk wel je mening daarover. Dat komt helemaal aan het einde, maar we gaan je gewoon de hele avond verwennen met alle gasten die alle kanten ervan gaan laten zien. Dus ik zou zeggen, ga even op je gemak op de hand zitten. Je wordt op handen gedragen. Er grapte net al iemand van, dat is de PvdA-vuist die open gaat. Ontvangen, nou ja, wat je er ook mee wil doen. Wij gaan gewoon de hele avond gasten bespreken en dan vraag ik steeds aan jou wat je ervan vindt. Ja, prima. Ja, ben je er klaar voor? Nou, voordat de gasten komen, het is best wel abstract natuurlijk. Wat gaan die agenten nou precies doen als ze die hackbevoegdheid krijgen?
Nou, dan hadden we natuurlijk de politie kunnen vragen, kunnen even komen uitleggen van, ja, wat doen jullie nou allemaal precies? Maar ja, die hebben we al gehad. Dus we blikken nu eventjes terug in de tijd, 5 maart, nog vlak voordat het wetsvoorstel uitkwam. En hebben we nog een fragmentje van. Wilde Paulussen, hoofd van de Nederlandse recherche, die legt dan uit hoe zij te werk gaan. En dat doen ze niet alleen. Ronald Prins van Fox IT, die zitten dan bij met hun expertise over hoe ze dan te werk gaan. En Lodewijk van Zwieten van het Openbaar Ministerie kijkt dan of dat allemaal goed gaat of niet. Dus we gaan even terugblikken in de tijd met dit fragmentje van 5 maart. Goed. Even voor de duidelijkheid. Ronald is van Fox IT, waar dan heel veel deskundigheid zit, wat jullie dan inhuren. En Lodewijk van het OM kijkt of dat allemaal wel klopt. Je gaat natuurlijk wel steeds kijken van wat kan en wat mag. En dan zit jij er bovenop. Nou, laat het even concreet houden. Heb je een zaak waarbij je bij Team High Tech Crime hebt samengewerkt? Eventueel kan over vertellen hoe zoiets nou gaat. Je had het er net wel eventjes over volgens mij. Dat is de zaak, die heet Descartes. En dat is een verlenging van het onderzoek naar Robert M. Daaruit bleek dat er ook kinderporno werd uitgewisseld op systemen die in dat verborgen Tor-netwerk binnen op het internet zitten. En dat was de meest ranzige kinderporno die je kan tegenkomen. En daar hebben ze als politie naar gekeken en gedacht van waar staan die dozen? Want dan bellen we gewoon de politie op in dat land en dan laten we ze uit de muur trekken. Maar een belangrijke eigenschap van dat Tor-netwerk is dat je dat niet kan vaststellen waar ze staan. En dat is uiteindelijk... Ja, dus je kan ook niet naar een ander land bellen en daar een officier justitie vragen van wil je hem uit de lucht trekken. Wat je wel kan doen is inbreken in zo'n computer. En pas als je hem ingebroken hebt, dan kan je 2 dingen doen. Dan kan je bijvoorbeeld de identiteit vaststellen. Dan zie je het echte IP-adres aan de achterkant, waardoor je weer een spoor hebt en met andere politiediensten verder kan gaan. En het tweede, en dat is ook wel ludiek, maar wel handig geweest in dit geval, is de plaatjes die er stonden vervangen door KLPD-logo's. En dan zie je ook wat voor een belangrijk effect dat uiteindelijk heeft. Want dat is op een aantal servers maar gebeurd, terwijl we er veel meer in kaart hebben gebracht waar dat op zich afspeelde. En die mensen die voelen zich ontzettend veilig, die helpen elkaar ook hoe bouw ik zo'n veilige server dat ik niet gepakt kan worden. En dit is voor hun een van de eerste keren geweest dat ze zich onveilig hebben gevoeld, dat ze gemerkt hebben, joh, de politie zit op mijn hielen. En behalve die 12 waar we binnengetreden hebben, zijn er nog veel meer uitgegaan. Ik denk dat ze ondertussen misschien wel weer aanstaan, maar daar is nu een landelijke kinderporno-team voor om daar continu bovenop te zitten. Maar precies die kennis om in te breken, dat was er toen nog niet bij de politie. En dat is allicht ook een opbouw ondertussen. En daar hebben wij toen assistentie bij verleend. Ja, oké, want dan moet je dus kennis inhuren. Je kan ook niet alles paraat hebben. Maar inderdaad, je besteedt wel iets uit aan een bedrijf. En dan kom jij erbij. En dan kom jij kijken of zij niks doen wat niet mag. Of... Dat sowieso. Als we samen met de opsporing, als we externe inhuur doen, dan betekent dat niet dat... Dat we die bedrijven volledig hun gang kunnen laten gaan. Uiteindelijk blijven we binnen de opsporing, blijven zelf verantwoordelijk voor wat ieder in het kader van die opsporing doet. En dat betekent dat als de mensen van Ronald in het specifieke onderzoek bij ons komen, dat zijn mensen altijd worden begeleid door rechercheurs vanuit het team High Tech Crime, die continu meekijken wat gebeurt hier. Gebeuren hier geen dingen die wij zelf niet mogen, want dat is natuurlijk de voorwaarde, hè? Mensen van Ronald mogen geen dingen doen die wij zelf niet mogen. Nee. In dit specifieke geval ben ik, dat is dan iets wat ik zelf ook vond, een klein stapje verder gegaan. Ronald had het net over inbreken. Nou, laten we er geen woordspelletje van maken. Wilbert had het over betreden. En zo zien we dat ook. Dat daadwerkelijk op die knop drukken om zo'n website binnen te gaan. Daarvan heb ik gezegd, laat ik dat nou doen. Daar zijn de mensen van Ronald niet voor ingehuurd. Ja. En ik vond het ook wel een beetje spannend om het zelf te doen. En dan heb je natuurlijk weer die kennisontwikkeling. Hè. Dat is voor jullie interessant. Hè. Dan kun je ook net wat verder dan normaal. En voor jullie ook interessant om daarvan te leren. Nu hebben we een heel extreme zaak. Hè. Ik bedoel, kijk, kinderporno is een beetje het ergste wat er is. Dus dan kun je kijken van hoe ver kunnen we gaan met de wet. Kun je in die zin ook zeggen van afhankelijk van het soort misdaad waar je mensen van kan verwachten, mag je verder gaan of niet? Laat ze me even opsommen. Botnets, dat is eigenlijk een van de meest omvangrijke zaken. Je hebt natuurlijk allerlei ransomware-achtige dingen. Je hebt ook hacktivisme, de anonymous-achtige toestanden. Ja. Hoe kun je daar een soort onderscheid in maken? Van de zwaarte van de zaak naar wat een digitaal rechercheur wel en niet mag in samenwerking met hun. Traditioneel is het zo in strafrecht dat als het feit ernstiger wordt, hebben wij meer bevoegdheden.
Maar dat is in deze digitale wereld nog niet allemaal zo duidelijk in de wet vastgelegd. Dus in die zin is het echt nog wetgeving die zich aan het ontwikkelen is. Waarin wij soms bepaalde, wat wij dan noemen algemene artikelen, kapstokartikelen gebruiken om bepaalde dingen juridisch af te dekken. Maar het feit geldt wel, wij maken altijd een afweging. Hoe ernstig is het en hoe ver gaan wij dus met de opsporing? Ja. En dat bepaalt uiteindelijk altijd de officier van justitie. Dus de politie doet voorstellen, denkt mee over de tactiek. Maar op het moment dat we echt dat soort bevoegdheden inzetten, doen we dat altijd, zoals wij dat netjes noemen, onder het gezag van justitie. Dus er is altijd controle op wat wij doen. Dus niet alleen op wat Fox IT doet, ook op wat wij doen. Ja. Maar dan zit de agent natuurlijk binnen de Nederlandse jurisdictie, wat volgens de Nederlandse wetgeving mag. Als je nou de grens overgaat, hoe gaat het dan bij jullie? Nou ja, dat is dus bijvoorbeeld, kijk, als wij zien dat het IP-adres in een ander land staat, dan gaan wij door middel van rechtshulp gaan wij met dat land samenwerken. Het Tor-netwerk kun je dat niet meteen zien. Dus wij zijn daar eigenlijk, hebben we gekeken van zolang we niet weten dat we in het buitenland zijn, nemen we maar aan dat we niet in het buitenland zijn. Ja. En op het moment dat we het zien, omdat we bepaalde toegangsrechten hebben verkregen, wel het IP-adres kunnen zien, dan nemen we direct contact op met het land. Dus die soevereiniteit van landen vind ik razend ingewikkeld als het over deze nieuwe wereld gaat. Want de hacker is vanaf zijn zolderkamertje in no time in 11 landen en wij moeten in het vliegtuig, wel leuk in het weer, met ons rechtshulpverzoek naar al die landen om daar allerlei data veilig te stellen. Ja. Goed, dat was dus de stand van zaken begin maart. Ik dacht zelf gedoe. Hè. Ik bedoel, je hebt toch een verdachte, dan moet je toch gaan kunnen kijken met allerlei verzoeken, internationaal gedoe. Openbaar ministerie moet meekijken. Maar vervolgens, een maand later, kregen we een brief van ene Willem. Willem die schrijft het volgende. Wij, Willem van Alexander, bij de gratie gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut, doet te weten. Alzo wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om geautomatiseerde werken, zijn dus computers, op afstand heimelijk binnen te kunnen dringen, met het oog op de opsporing van ernstige misdrijven, gegevens op doeltreffende wijze ontoegankelijk te kunnen doen maken ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten, aan een verdachte van zeer ernstige misdrijven een bevel tot het verschaffen van toegang tot een geautomatiseerd werk, tot versleutelde gegevens te kunnen geven, alsmede het wederrechtelijk voorhanden hebben, of bekendmaken van door misdrijf verkregen gegevens strafbaar te stellen. Zo is het dat wij de afdeling advisering van de Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goed gevonden en verstaan, gelijk wij goed vinden en verstaan bij deze, dubbele punt. En dan komen er een aantal artikelen. Nou, begrijp jij er wat van? Nou, wat hier is, ik niet, maar we hebben het vertaald en wat hier kort gezegd staat, is dat er een wetswijziging aankomt die een aantal dingen wil regelen. 1. De politie moet kunnen hacken. En dat alleen bij hele zware misdrijven. Bij een verdenking van 4 jaar, maar gaandeweg de tekst wordt dat een beetje onzeker, wat dat nou nog meer allemaal kan. Ze moeten een site op zwart kunnen zetten. Als daar kinderporno is, gewoon boem, ding eruit. Als ze daar een verdachte hebben en die zegt van ja, je kan de lekker niet in, want je kan mijn wachtwoord niet. Dan hebben ze dus een bevel om dat te ontsleutelen. En als je handelt in gegevens, dan kunnen ze je ook strafbaar stellen. En ze krijgen ook nog allerlei middelen om bijvoorbeeld hosting providers en andere mensen die het internet beheren te dwingen, toegang te geven. Dat is waar het in kort op neergaat. En dat vind ik ook wel weer bijzonder om te zien hoe dat dan juridisch gaat. Maar dat gaan we dus proberen concreet te maken vanavond. Want ik kan u niet aanraden die 78 pagina's tekst te lezen. Maar het is toch echt wel iets belangrijks wat eraan zit te komen. En jullie moeten er straks over stemmen. Nou, dus laten we dan maar beginnen bij iemand die altijd op televisie komt als er iets is met digitale veiligheid. Hij is niet alleen lid van de Cybersecurity Raad en ook voorzitter van de Raad van Advies van Bits of Freedom. We kennen hem vooral als de hoogleraar Computer Security aan de Radboud Universiteit. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Bart Jacobs. Bart, welkom hier.
Nou, gisteren hebben we nog gezien een e-port, hè? Dat was ook wel leuk. Met, de nieuwe Nationale Cybersecurity Research Agenda werd gepresenteerd, daar was Bart bij. We hebben sowieso een hele week vol met cybersecurity dingen. Dus je hebt een drukke week gehad. Nou, ik ben blij dat je toch hier bent. Maar laten we het even concreet maken. De politie mag hacken. In het voorstel. In het voorstel, als dit doorgaat. Ja. Wat gaan ze dan concreet doen? Ja, dat moet je aan de politie vragen natuurlijk. Maar in principe geeft deze wet de politie bevoegdheid tot het binnentreden van computers. Dus tot het plegen van computervredebreuk, zoals het in de wet heet. Dat is iets wat wij gewone stervelingen niet mogen, maar volgens deze wet de politie wel. Dus nou ja, als de politie iets mag wat anderen niet mogen, ja, moet je toch even goed over nadenken, denk ik. Is dat geautomatiseerd werk? Dat is gewoon computers? Ja, dat heeft mij ook altijd verbaasd. Maar goed, ik ben geen jurist. Waarom ze dat geen computer noemen, is mij nooit duidelijk geworden. Nee. Maar praktisch gezien, hacken, hoe gaat dat? Je gaat naar een website toe en je vult wat code in. Of je gaat wachtwoorden kraken. Wat zijn de praktische middelen om zoiets te doen? Hoe dat gebeurt? Nou, de meest standaard manier is eigenlijk mensen te verleiden door iets verkeerds te doen. Dus je stuurt ze een mailtje met een besmette bijlage. Of je weet ze naar een website te leiden waar stiekem iets mee gedownload wordt en wat die computer infecteert. Of mensen die toevallig een USB-stick oprapen die besmette software bevat en die dan in hun computer steken. Ja. Dus je moet het er voor een gedeelte van hebben dat mensen iets fout doen. En verder moet je gebruik maken van bestaande zwakheden in systemen die al of niet bekend zijn. Ja. Want de metafoor wordt vaak gebruikt van je betreedt het huis, hè, dan moet je de deur intrappen of zo. Klopt die metafoor wel als je het hebt over computers? Nou, maar in zeer beperkte mate. Maar dan gaan we meteen de diepte in wat dat betreft. Doe dat. Kijk, als de politie een huiszoeking doet, dan moet er altijd iemand van de rechtercommissaris bij zijn. De huiszoeking duurt relatief kort, hè? Dat is een paar uur, ik weet niet precies. Misschien kan dat wel eens een dag duren of zo. Ja. Maar als het gaat over intreden van een computer van iemand anders, dan wordt daar software geïnstalleerd die misschien wel maanden daar draait. En in het wetsvoorstel is ook wel voorzien dat er een rechtercommissaris meekijkt. Mm-hmm. Maar in de digitale wereld is dat natuurlijk een heel stuk moeilijker. Ja. En ik kan me voorstellen dat de rechtercommissaris misschien meekijkt over de schouder bij een van de handige mensen van het team high-tech crime die dat waarschijnlijk moeten gaan installeren. Mm-hmm. Maar ja, wat dan? Ja, u drukt nou op return. En dus is het goed? Ja, dit is misschien wel goed, maar misschien is het ook niet goed. Kijk, je moet die software die dan geïnstalleerd wordt bij een verdachte. Mm-hmm. Het is wel even goed te zeggen verdachte, want u spreekt steeds over criminelen. Maar dat moet nog bewezen worden, daarom zijn ze daar, sorry. Ja, het zijn vooralsnog verdachten. Het is heel moeilijk om van tevoren van software vast te stellen wat die doet. En grootste zorgen bij dit wetsvoorstel die ik heb, die richten zich op de privacy-inbreuk. Maar ook, en dat is misschien een fundamenteler punt, de integriteit van de rechtspleging. Hmm. Want als de politie een verdachte in de gaten houdt in de fysieke wereld, is daarbij altijd impliciet wel het idee dat de politie passief optreedt. Nou, dat dus alleen observeert. Nou, als je eenmaal die digitale wereld binnenstapt, is dat verschil tussen actief en passief heel moeilijk te handhaven. Hmm. En kijk, ik verwacht dat heel veel advocaten, in geval dat een cliënt beschuldigd wordt op basis van bewijsmateriaal verkregen via deze bevoegdheid, dat die advocaat gaan zeggen, ja, maar dat heeft de politie er zelf neergezet. Oh. En de vraag is dan, natuurlijk zal dat in heel veel gevallen een flauwekul argument zijn, en ik wil de integriteit van de politie hierin niet een punt van de discussie maken. Maar het vragen is wel, kan de politie zich hier adequaat tegen beschermen tegen dit soort beschuldigingen? Ja. Het is dus heel moeilijk als je de wetgeving introduceert waar dit soort grote risico's in zitten. Hoe ga je hier nou mee om? Nou, vanuit mijn vakgebied kun je zeggen, nou ja, je moet secure logging gaan doen. Ja maar dat is heel moeilijk op een apparaat. Want iedere hacker
zal direct logs aanpassen. Ja, want secure logins is dat het gewoon bijgehouden wordt ja, wat je doet. Ja, precies. Dus er moet een zodanige log op een systeem bijgehouden worden wat 100% onder controle van de politie is, dat een advocaat later ook kan zeggen, inderdaad, die software heeft alleen maar dat en dat gedaan en niet stiekem nog dat mailtje verstuurd of weet ik wat allemaal. Ja, of stil per ongeluk. Hoezo per ongeluk? Als bijvangst. Ja. Bedoelt u dat? Dat kan. Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Oké, dus de metafoor met dat huis, dat gaat niet op, omdat die deur die blijft eigenlijk open. Of je weet eigenlijk niet of die open staat of niet. En er worden ook nog ziektekiemen verspreid in het huis en ondertussen staat de achterdeur open. En wordt niet meer dicht gedaan. En dus het punt van controle vind ik heel fundamenteel hierin. Ik begrijp zeker, en dat is, wordt ook wel duidelijk uit het voorafgaande filmpje, dat de noodzaak hoog is om hier wat aan te doen. Het is wel in zekere zin een experimentele wet, zou je kunnen zeggen, want de politie weet natuurlijk zelf ook nog niet precies hoe dit uit gaat pakken. Dus punt 1 wat ik zou willen voorstellen is dat het een wet wordt, als die aangenomen wordt, waar een hele duidelijke horizonbepaling op zit. Okay. Van dit, de politie krijgt deze bevoegdheid voor laten we zeggen, 5 jaar. Na 4 jaar wordt het uitgebreid geëvalueerd en als het niet echt bijdraagt, dan weg ermee. Dan, dus de efficiëntie van wetgeving, waar we het wel gisteren ook nog over hadden, is daarmee een punt. En een ander punt, die controle hecht ik toch wel heel sterk aan, is kijk, het argument van de politie is altijd, wij worden gecontroleerd door de rechter. Wij moeten uiteindelijk onze zaak publiek maken en aan de rechter uitleggen dat dit verantwoord is wat wij gedaan hebben. Nou, in de praktijk is die controle maar heel beperkt. Ja? Omdat er natuurlijk maar heel weinig uiteindelijk voor de rechter komt. De rechter moet bijvoorbeeld wel een tapbevel tekenen, maar heeft er vervolgens heel weinig zicht op hoeveel er daadwerkelijk getapt wordt. Tapverslagen komen ook maar beperkt in de rechtszaal. Verder heeft Nederland geen traditie, vind ik, dat rechters op technisch gebied erg doorvragen. Wat heeft de politie gedaan? Ik heb dadelijk, als u wil, nog een voorbeeldje met betrekking tot stille sms. Dus ik vind eigenlijk dat als politie op dit gebied zulke vergaande bevoegdheden wil hebben, moet dat gecompenseerd worden door extra controle. En wat ik zou willen voorstellen is dat, als dit dus inderdaad doorgaat, dat de politie ook onder het regime komt van de CTIVD. De CTIVD? De CTIVD is de Commissie voor Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Die controleert de AIVD, die politie, of die dienst, de CTIVD, kan op ieder moment bij de AIVD of de MIVD naar binnen lopen. Zeggen, we willen dit onderzoek zien, waarom doet u dat en dat en dat? En legt u me dat maar eens uit. CTIVD schrijft daar rapporten over, die rapporten zijn openbaar. Omdat het zo'n gevoelige materie is, moet je wel erg tussen de regels doorlezen. Maar die commissie heeft zeker wel invloed. Ik zag niet zo lang geleden een voorbeeld van die commissie die bijvoorbeeld bij de AIVD zei van, u heeft een tap lopen op deze personen zien wij. We zien dat u zo'n grote achterstand heeft met de vertaling van deze taps. Stoppen ermee. Okay. Kijk, dat is heel operationeel ingrijpen op dat niveau. En ik kan me voorstellen dat bij zo'n hackbevoegdheid ook zo'n soort commissie in een aantal van die gevallen, misschien tijdens de operatie of achteraf kan zeggen, laat nou eens even precies zien wat jullie gedaan hebben. Ja. Want een rechter ziet dat niet. Nee, zo werkt het systeem op dit moment niet in Nederland. Nee. Ja, want zoals het nu in elkaar gezet wordt, je hebt dan een rechtercommissaris moet toetsen of het allemaal gegaan is. En mensen als Lodewijk, die gaan op het moment zelf ook kijken van wat jullie nu doen. Ja. Maar wat is dan het verschil met deze commissies? Dat die per willekeur kan induiken? Ja, zeker. En het veel onafhankelijker is. De mensen van het CTIVD worden in principe, ik geloof door het parlement benoemd. Kijk eens aan. En daar zitten vaak wel mensen met een oud, op dit moment rechtelijk of OM, politie, geschiedenis. Maar bijvoorbeeld Kees Vasseur, die historicus, die boek over Wilhelmina geschreven heeft, is ook lid geweest van de CTIVD. Dus daar zitten ook nog wel eens buitenstaanders in, die daar met een frisse blik naar kunnen kijken. Oké, dus als het dan nog bezuinigd wordt op de AIVD, dan kunnen ze daar in ieder geval nog aan de slag. Nee, want dan zouden ze hun eigen vlees keuren. Ja, inderdaad, dat doen we dan maar niet. Goed, dat zou kunnen, maar stel, de wet gaat niet door. En we blijven een beetje knoeien met wat we nu hebben. Ja. Zijn de alternatieven? Dus bijvoorbeeld met botnetbestrijding. Nou, al die computers die zijn besmet. En het is toch wel mooi dat de politie dan kan ingrijpen. En gewoon dingen kan maar stopzetten. Ook bij dat ingrijpen vind ik dat je ook weer een onderscheid tussen twee zaken kunt maken.
Ik heb hier eerder een artikel opgeschreven in het Nederlands Juristenblad, waarbij je denk ik een onderscheid kunt maken tussen verstoring en opsporing. En het is met name het gebruik van lawful intrusion, wat ik trouwens een veel betere woord vind dan terughacken. Want terughacken is zo'n framing, hè? Alsof de politie de rug tegen de muur staat, slecht, omringd wordt door allerlei vervelende hackers en dan eindelijk iets terug mag doen. Het is net zo'n vorm van framing als het sociaal leenstelsel. Het leenstelsel is helemaal niet sociaal wat eraan komt, maar door het sociaal te noemen lijkt het alsof het in één keer wel acceptabel is. Lawful interception, hoe zouden we dat vertalen? Van lawful intrusion. Oh, gelegitimeerde binnendringing of zo. Ja, wettige computervredebreuk. Wetmatige computervredebreuk. Ja. Maar in het Engels bekt het toch net even iets lekker. Maar dan ben ik mijn draad kwijt. Ja, dus wel verstoring, maar geen... daar wilde ik net op afluisteren. Ja, dus kijk, heel veel van de voorbeelden die genoemd worden, kun je een heel eind komen met verstoren. Verstoren wat de verdachte in die situatie doet. Als er een hevige DDoS-aanval plaatsvindt. Dat komt van waar ook ter wereld. Ik geloof niet dat het realistisch is om de ambitie te hebben die mensen nou op te sporen in Nederland en hier allemaal in de gevangenis te willen gooien. Je wilt dat die aanval stopt. En als je dat hacken, die computervredebreuk inzet voor die verstoring, kom je alleen voor die verstoring, dus niet voor opsporing, kom je ook niet in dat dilemma terecht van, ja, heeft de politie dat nou wel of niet neergezet? Ja. Dus ik denk... Ik ben helemaal geen watje in dit soort dingen hoor. Sommige dingen moet je echt stevig aanpakken als het over deze kinderporno gaat. Voor een groot gedeelte, wat er ook gebeurd is, is ook echt verstoren. Ja. Die server uit de lucht halen en nou ja, uiteindelijk kom je erachter dat het iemand uit Armenië was of is geweest. Ja. Nou ja, vette pech. Ik weet niet of wij nou zulke gevaarlijke bevoegdheden moeten invoeren om mensen uit Armenië hier te kunnen vervolgen. Ja. En voor de cybercriminelen die in Nederland actief zijn, zijn er volgens mij al behoorlijke bevoegdheden om nu in te grijpen. Ja, want we hadden al notice- en takedown-procedure. Ja. Dan kun je dus zeggen van die site moet op zwart. Wat is het verschil daarmee dan? Sorry, ik... We hebben al een notice- en takedown-procedure. Maar notice- en takedown is natuurlijk wel van een hele andere orde. Het gaat over aanstootgevend materiaal bijvoorbeeld. Ja. En dat is los, het staat los van... Dat werkt niet bij dit soort criminaliteit. Nee. Okay. Ik vind het eerlijk gezegd toch van een andere orde, ja. Ja, oké. Okay. Goed, Astrid, ik kom even bij jou. Nou, een beetje techneut onder elkaar, dat is ook wel eens leuk. Heb jij nog een vraag aan Bart? Nou ja, waar ik zelf mee zit, want wij zitten natuurlijk met deze hele wetgeving, die ik toen ik hem voor het eerst hoorde, echt tegen alles in druist waar ik in geloof. Inmiddels na een jaar in het onderwerp verdiepen, kom ik erachter dat het eigenlijk al gebeurt, maar zonder wetgeving. Dus op zich is dat, want ik weet niet hoe, tenminste dat is wat ik dan begrepen heb uit alle gesprekken die ik heb gevoerd. En mijn vraag is dan inderdaad, heb je dan liever dat er gewoon op een gegeven moment een soort van regulering komt? Of zeg je van, nou ja, wat er nu gebeurt, dat moeten we zien te stoppen? Op welke manier dan ook? Ik vind dat een beetje een gevaarlijk argument om te zeggen, hè, in de commerciële sector gebeurt het al. Als er in de commerciële sector kinderarbeid plaatsvindt, gaan we ook niet zeggen, dat moet de overheid ook maar doen. Ik vind dat je hier best enigszins normerend in op kan treden. Maar nogmaals, die verstorende bevoegdheid, dat is toch al een stevige bevoegdheid waar je volgens mij een heel eind mee kunt komen in dit soort zaken. Maar ik vind dus doodeng door de opsporing in dit kader. Ja. Goed, we gaan wel weer door naar de volgende. Heel goed. Maar ik wil je natuurlijk eerst even hartelijk bedanken voor je bijdrage. Ik hoop je ook graag weer terug te zien bij Tech Talk Late Night. Applaus voor Bart Jacob. Dank je wel. Goed. Zit je een beetje lekker daar? Of? Ja, prima. Ja, ik heb hem zelf uitgeprobeerd. Ik hoop dat het... Okay. Ja, niet te veel bewegen, want dan valt hij op. Hij houdt je stevig vast, hoop ik. Ja. Goed. Dus we hebben nu een beetje de technische kant gehad. Maar Bart Jacobs is ook natuurlijk zo breed, er komen ook allerlei andere kanten. Maar het is vooral ook een juridisch probleem natuurlijk. En hij zei net al eventjes van, je moet ook af en toe sites op zwart kunnen gooien. Daar zijn de journalisten dan weer niet blij mee. Die hebben daar problemen mee. Want wat gebeurde er nou, en dat vind ik ook weer zo'n leuk verschijnsel, als zo'n wet dan gepubliceerd wordt, dan krijg je een consultatieronde. De Raad van State, allerlei belangrijke organen kunnen er wat over zeggen, maar eigenlijk ook iedereen, dus ook u. En het is wel grappig om dat eens even te kijken, internetconsultatie, die krijgt allerlei aparte figuren, zie je dan voorbij komen. Iemand die zichzelf
Ivo Opzouten noemt, of iemand die noemt zichzelf bijvoorbeeld verdacht. Nou ja, dat zijn er wat minder serieuze reacties, maar ook hele serieuze reacties. Hè. Nederland ICT zat erbij, Nederlands Orde van Advocaten en het Nederlands Uitgeversverbond. En ze niet alleen, ze hadden eigenlijk een soort van alle journalisten bij elkaar geveegd. Dus niet alleen het Nederlands Uitgeversverbond, maar ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en Persvrijheidsfonds. Nou, uiteindelijk moet één iemand al die verhalen gaan bundelen en redigeren tot een begrijpelijk verhaal. En ben ik bijzonder blij dat ze hier is. Dan kan ze even uitleggen waarom wij dat gedaan hebben. Ze werkte vroeger bij de VNO-NCW aan privacy, maar ze is nu de secretaris juridische zaken bij het Nederlands Uitgeversverbond. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Miranda Maasman. Hey Miranda, nou welkom hier. Hoi, dankjewel. Late Night. Ik heb je wel eens in de zaal zien zitten en nu zie je op het podium. Ik heb ze bijna allemaal meegemaakt. Ja. De ene keer dat ik niet kon. Oké, nou dan ziet het er anders. Ja, we kletsen dan wel eens. En toen vertelde je over die internetconsultatie. Ja, dat was voor mij eigenlijk een nieuw verschijnsel. Maar dat was voor mij zo heerlijk voor de voorbereiding. Ik kon alle argumenten achter elkaar zetten. En jullie verhaal is eigenlijk nog het meest uitgebreid. Dus daarom blij dat je er bent. Maar hoe werkt zoiets precies? Jullie zitten gewoon te kijken van hé, er komt wat aan en we reageren. Ja, het is nog simpeler. Je hebt een abonnement op internetconsultaties.nl. En elke consultatie, er zijn heel veel consultaties, gelukkig, over allerlei wetsvoorstellen. Steeds meer. En je krijgt dat in je mailbox en je ziet van, hé, maar wacht, dat is een belangrijke voor ons. We zaten er ook wel min of meer op te wachten. Want er was al een eerder wetsvoorstel geweest, hè, van de heer Sballin in 2010. Okay. En dat lag nog een beetje te sudderen. Dat is toen ergens in de la verdwenen, denk ik. Er was heel veel kritiek op. Ja. En nu kwam dit voorstel, dus eigenlijk iedereen zat een beetje erop te wachten. Ah, je wist wat dat was dus. Ja. Maar er zijn best wel heel veel verschillende clubs die bij elkaar zijn gekomen. En waarom jullie? Jullie hebben gewoon het voortouw genomen? Of? Ja, de vorige ronde, toen waren ook al deze partijen al actief geweest. Die hadden zich ook al gebogen over het vorige voorstel. Mm-hmm. En die vonden daar ook iets van. En dat was min of meer hetzelfde als wat wij ervan vonden. Jullie waren het wel eens met elkaar. Dus ja, dan bel je elkaar. Ja. Goh, er is nu weer een voorstel, nu hebben we wat meer tijd. Zullen we samen optrekken, want we hebben hier gewoon een gemeenschappelijk belang. Ja, oké. Okay. Nou ja, we hebben net even kunnen zien, wat zou de politie dan nog meer kunnen doen met dit? Wat zijn jullie voornaamste bezwaren tegen de wetswijziging computercriminaliteit? Nou, het zijn eigenlijk twee hoofdbezwaren. Het ene is het op zwart kunnen zetten van een hele website als er een verdenking, dus gewoon zonder toevoegingen, een verdenking van een strafbaar feit is. Oh, unster, dus niet alleen kinderporno of botnets. Niet alleen die hele zware vergrijpen, maar kan van alles zijn. En voor ons is dan belangrijk dat het ook delicten kunnen zijn die tegen de vrijheid van meningsuiting aanschuren. Ja, maar zoals de politie discriminatie, haatzaaien, noem ze allemaal maar op. De politie zal het toch niet zomaar doen, maar in dat soort gevallen? Die bevoegdheid die is er. Okay. En juist als er zo'n discussie is van is dit illegaal of is dit vrijheid van meningsuiting, wat nog best vaak voorkomt. Ja. Hebben we toch in het verleden al wel gezien dat de overheid tamelijk snel toch kiest voor het delict. Ja, voorbeelden? Gregorius Nekschot die van zijn bed werd gelicht, want discriminatie, dat is wel zo'n voorbeeld. Dat je denkt, nou, dan had die website gelijk helemaal op zwart gestaan. En niet alleen alle legale content waar geen twijfel over is, maar ook bijvoorbeeld alle advertenties die daar omheen staan. Oké, okay. Hij had dat cartoontje gemaakt van Mohammed en... Ik zal hem niet laten zien, maar... Verstandig. Maar in zo'n maar geval... dat soort kwesties. Of het kan over allerlei onderwerpen gaan die net daar tegenaan zitten. En daar is echt een hele zorgvuldige afweging voor nodig. Het gaat over een grondrecht. Ja. Ja. En dan kun je niet zomaar zeggen, wij vinden dit een verdenking van discriminatie, een verdenking van smaad. Gooi de hele website maar gelijk op zwart. Ja, okay, dat dus is een beetje te veel. Inderdaad, dus bij die maatregelen eigenlijk alleen maar die kinderporno, die botnets, de hele verschrikkelijke dingen waar moet het overduidelijk is dat het onrechtmatig is. Ja. Ja, ik vond het zelf ook een beetje vaag in dat voorstel. Het begint dan inderdaad, weet je wel, dat zijn de grote vlaggen van terrorisme, kinderporno, ja, dan heb je iedereen om natuurlijk, maar gaandeweg dat voorstel komt er steeds meer bij en dan wordt het straf steeds milder. Het gaat ook helemaal niet over cybercrime in de zin zoals iedereen dat verstaat. Hè. Het gaat niet over alleen maar botnets, over hacken, dat soort dingen. Het gaat over alle vormen van criminaliteit eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Waar allerlei nieuwe bevoegdheden voor de opsporingsambtenaren naar binnen worden gerold. Dus persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, misschien zelfs risico op censuur, dat is bezwaar nummer één. Dat is bezwaar nummer één. Bezwaar nummer twee gaat over het terughacken, als je dat zo wil noemen. Dat je al snuffelend in een computer van bijvoorbeeld een journalist ook zijn bronnen kunt achterhalen.
En helemaal als dat terughacken gebeurt vanuit een ander land, want als wij zeggen wij mogen dit, dan gaan andere landen ook zeggen wij mogen dit. Ja, dan krijg je misschien wel te maken met landen die er hele andere normen op nahouden op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Bijvoorbeeld over religie, ja. Gevoelig punt. Ja. Over dissidenten. Politiek dissidenten. Ja, we hadden het net over dat Tor-netwerk. Ja. Daar zitten natuurlijk ook politiek gevoelige auteurs op. Ja. Ja, het is in ieder geval niks. Ja, die willen, of journalisten die graag ook anoniem willen kunnen opereren, omdat ze hun leven gewoon niet zeker zijn als ze dat niet kunnen. Nee, nee. Okay. Die twee bezwaren zijn voor jullie in ieder geval belangrijk. Dat zijn de twee grootste bezwaren, ja. En wat gebeurt er dan? Want dan hebben jullie, want ik heb het gelezen en ze hebben het heel gewoon begrijpelijk opgeschreven, uitgebreid, goede argumentatie. En wat zeggen ze dan? Nou, mevrouw Maasman, bedankt. Het zit nu een beetje in de black box. Okay, het is erin gegooid, je hebt niks meer gehoord. Er zijn 37 reacties geweest op deze consultatie, zag ik. Waarvan er eentje 1 voor 12 voor de deadline van ICT, Nederland ICT. Vond ik echt heel dapper. Okay. Die zijn allemaal, die worden dan verwerkt, tenminste, die worden gelezen. En hopelijk gebeurt er ook iets mee vervolgens. En zien we dat terug zometeen in dat wetsvoorstel wat aangepast wordt. De vorige ronde hebben we ook deelgenomen aan zo'n consultatie. En toen hebben we gezegd, er moet een rechtercommissaris komen. Ja. Om een goede afweging te maken. En niet dat de officier van justitie zelf zomaar websites op zwart kan zetten. Die staat er nu in. Dus die rechtercommissaris staat er nu in. En terecht natuurlijk, want er moet een afweging plaatsvinden. En je gaat ook niet een hele oplage van een dagblad zomaar terughalen. Daar moet een afweging plaatsvinden. Okay. En dat het snel kan online, betekent niet dat het ook snel moet. Okay. Toch? Nee, inderdaad. Nou, dus het is wel mooi om te zien dat het in ieder geval zin heeft. En zo niet, Astrid, is natuurlijk ook wel munitie voor de Kamerleden. Dus misschien dat je dat al als boodschap kan terugnemen. Van, kijk even naar die internetconsultatie. Dan kun je precies zien vanuit welke partijen wat voor argumentaties gegeven worden om dat voorstel beter te maken dan wel te verwerpen. Er zaten niet zoveel steunbetuigingen in trouwens bij die 37 reacties. Oh, oké. Okay. Nee, niet iemand die zei van, super tof. Nee, niet van een geweldig voorstel. Ja, wel kinderporno moet worden aangepakt en daar is natuurlijk iedereen het over eens. Maar het gevaar is wel, als je zegt, dit is geen goed voorstel, want dat er dan dat je terugkrijgt, maar je wilt toch dat kinderporno wordt aangepakt. Natuurlijk, dat wil iedereen, maar daar gaat het helemaal niet om. Nee, dat is vaak de vlag waar het onder vaart en dan komt er van alles bij. Kinderporno-terrorisme, En Astrid, een paar vragen aan Miranda. Nee, ik vind het heel goed inderdaad dat je ook meedoet aan de internetconsultatie. Ik heb ook op verschillende partijen gevraagd om dat ook alsjeblieft te doen. Omdat het vanuit de Kamer natuurlijk heel makkelijk is. Rechtercommissaris heb ik ook ingebracht, omdat ik het heel belangrijk vind. Omdat het gaat over computervredebreuk. Zo grappig dat die naam, volgens mij is dat ook de term die ik geïntroduceerd heb. Omdat het ging over huisvredebreuk. Maar wat ik wel belangrijk vind is ook van, wij in Nederland zijn natuurlijk heel erg, zitten wij op vrijheid en persvrijheid, maar het gaat natuurlijk ook om de wereld om ons heen. Dus de vraag is inderdaad van hoe kun je nou zorgen dat die urgentie ook gevoeld wordt. Omdat we juist bezig zijn, ook in de Kamer, om onze blik naar buiten te werpen. En niet alleen maar heel erg op Nederland, maar Europa en de wereld. Dus misschien dat jij nog zegt van dat is goed. Goede club om mee te praten. Als wij zeggen, wij mogen als Nederland overal ter wereld feitelijk hacken, dan mag overal ter wereld bij ons komen kijken. Dan zijn niet alleen journalisten misschien zometeen niet meer veilig, maar ook gewoon Nederlandse burgers kunnen zich misschien niet meer bewegen in een buitenland waar hun gedragingen in Nederland, als ze in Nederland legaal zijn, hoeft dat niet in dat andere land. Ik bedoel, neem Rusland. Ja. Mensen hun vrijheden kunnen zomaar worden ingeperkt door die bevoegdheden. En dat is dan allemaal onder de vlag van hele nobele zaken, maar het gaat dan te ver. Ja. Ja, en bovendien, als wij dan moreel gaan lopen doen naar andere landen, zoals aan Amerika bijvoorbeeld, van kun je kappen met de NSA, dan hebben wij eigenlijk legitimatie, hebben we geen poten om op te staan natuurlijk. Dat, heb je dat weer. Goed. Ben er nog vragen? Nee, volgens mij. Ja, dan gaan we door naar de laatste van deze eerste helft. In ieder geval, hartelijk applaus. Dankjewel. Miranda Maasman. Dankjewel. De laatste van de eerste helft. Nog een jurist, want het is best wel ingewikkelde materie. Nou, dit is de juridische kant vanaf persvrijheid. Maar we hebben nu ook iemand die schrijft momenteel zijn proefschrift over opsporing en de juridische kant daarvan. Hij werkt ook bij Fox IT. Daar doet hij ook een groot deel van zijn onderzoek. Maar hij is momenteel aan het promoveren aan de Universiteit Leiden. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Jan-Jaap Oerlemans. APPLAUS.
Ja. Nou, welkom hier bij TikTok Late Night. Ik ben aan het promoveren, het is altijd een hoop zwaar werk, hoop uitzoeken. Maar ja, het is goed dat we mensen hebben die echt tijd nemen om dingen uit te zoeken. Deze wetswijziging is natuurlijk kor op de molen van jouw onderzoek. Jij kijkt naar surveillance en hoe het allemaal gaat, juridisch. Om dit voorstel even te plaatsen in de tijd en de ruimte. Is dit nou in Nederland eigenlijk iets unieks wat hier gebeurt? En hoe verhoudt zich dat internationaal met hoe andere landen dit soort dingen regelen? Nou ja, dat op zich is wel interessant, want andere buurlanden hebben eigenlijk al vormen van hacken al toegelaten. Kijk, in Duitsland was in 2008 veel ophef over het gebruik van de Bundestrojaner. Dat is het plaatsen van het Trojaans paard voor surveillance-doeleinden. Dus misschien een Skype-gesprek af te luisteren of screenshots te maken van de computer van een verdachte. Dat werd gebruikt zonder dat daar een duidelijke wettelijke basis voor was. Ja. En het werd toen naar gerechtshof gebracht en uiteindelijk hebben ze daar gezegd, het mag alleen in levensbedreigende zaken en bij terrorismezaken. Dat hebben hoogste Duitse rechters toen gezegd. Ja. Daar zijn wel allemaal wetgevingstrajecten nog overheen gekomen, want die willen toch ook meer mogelijk maken dan dat. Die behoefte hebben opsporingsinstanties voor, nou ja, goede redenen denk ik ook wel. Ook de online doorzoeking, is daar ook mogelijk, ook voor die delicten. In het wetsvoorstel wordt ook aangegeven dat Frankrijk bijvoorbeeld ook het plaatsen van policeware toelaat. Dus niet alleen tappen, maar ook echt verstoren? Ja. Dat gaat weer echt over tappen op de bron, dus op de computer zelf, in Frankrijk dan ook. In België is een vorm van een online doorzoeking ook, waar ze bij bijvoorbeeld hotmailaccounts van de Belgische verdachten mogen hacken om bewijs te verzamelen. Mm-hmm. En in Engeland is hacken ook toegestaan door opsporingsambtenaren, maar dan mag dat wat daarvan verkregen is niet echt als bewijs worden gebruikt in de opsporingsonderzoek. Ja. Dus ja, er bestaan in het buitenland ook al veel hackbevoegdheden. En ook laatst Amerika die Trojaans paard inzetten of policeware om gegevens te verzamelen uit de computer van een verdachte. Ja. Dus ja, het gebeurt in het buitenland ook veel. Neemt niet weg dat het wel heel verstrekkende bevoegdheid is waar heel goed over nagedacht moet worden. En ik denk dat ook, daarom vind ik het goed dat dit georganiseerd wordt. Het is belangrijk dat we helder voor ogen hebben wat er allemaal mogelijk wordt gemaakt en hoe ver we hierin gaan. Ja, want wat is voor jou dan nog niet duidelijk hoe ver ze mogen gaan? Waar liggen de vaagheden? Er zijn een hoop, eigenlijk op alle punten van het wetsvoorstel heb ik wel ideeën over. Kijk, ik vind wel, het wetsvoorstel heeft nu 87 pagina's toelichting, is beter toegelicht. Maar bijvoorbeeld, er is een vangnetartikel voor hacken dat als binnendringen niet bewezen kan worden, maar er worden gegevens overgenomen uit een niet-openbare bron, dan zou dat strafbaar zijn. Dat is best wel een heel brede bepaling. En de vraag is, is dat wel nodig? Zijn er geen andere delicten die eventueel van toepassing zijn? Okay. Als we het hebben over de filter die net voorkwam, dan gaat het over een takedown bevel. Nou, dan denken we aan misschien dat bij een online forum inderdaad een haatzaaiende uitspraak is geweest. En dat moet dan offline gehaald worden. Maar die bevoegdheid gaat zover dat de ontoegankelijkheidsmaking, zoals het heel mooi heet, ook aan een access provider kan worden opgelegd, zodat het een filter wordt. Ja. Dat is toch ook best wel verstrekkend. Ja. Als we kijken naar het ontsleutelbevel, vind ik zelf ook heel ver gaan, waar ik zelf denk ik de meeste moeite mee heb. Dan gaat het erom dat als je je harde schijf goed versleuteld hebt of bepaalde bestanden met TrueCrypt je wordt verdacht van kinderpornografie of terrorisme, dan kan je uiteindelijk gedwongen worden om die gegevens toegankelijk te maken en aan de politie te geven. Nou, dan werk je dus potentieel mee aan je eigen veroordeling. Ja, wat is dan niet erg? Dat is in strijd met echt een van de hoofdbeginselen in onze strafvordering. Je kan ook niet gedwongen worden om je kluissleutel af te geven zodat ze erin komen. Dan moeten ze met gasbranders aan de slag om erin te komen. Nou, okay. Waarom is dat anders bij je wachtwoord of de sleutel eigenlijk? Om encryptie ongedaan te maken. Ja. Dus daar heb ik heel veel moeite mee. En ook als je het rapport van Koopsgoed leest, dan staat er ook van, dat kan echt alleen in hele beperkte gevallen. Eigenlijk denken opsporingsinstanties zelf dat ze het weinig zullen gebruiken. En daar zijn ze niet eens zo heel erg blij mee. In ieder geval ze zeggen dat ze denken dat het heel weinig bruikbaar is in heel weinig zaken. Ja. En Koop zegt, je kan alleen iemand dwingen om het te ontsleutelen als er heel duidelijke aanwijzingen zijn dat de kinderporno daarin staat. En dat kan na een internettap bijvoorbeeld zijn.
opstelde zegt, nou, wij gaan dat mogelijk maken bij kinderpornografie. Hij neemt een stap te ver misschien wel, waardoor de vraag is of de regeling die er nu is, wel door de beugel kan. Okay, ja. Want hoe gaat dat praktisch dan? Want stel, ik zit thuis en de politie komt bij me langs. Ja, meneer Van Hof, we hebben iets gevonden op uw computer. Of tenminste, we denken dat u hele nare dingen. U moet uw wachtwoord geven. Ik zeg, doe het lekker niet. Ja. Ja. Wat dan? Nee, ja, nou ja, dat stond op nu.nl en de Robert M. zaak. Hij gebruikte ook van versleuteling. Veel van versleuteling gebruik, dus technisch was hij zeer vaardig. Uiteindelijk heeft hij tijdens verhoren, is een beetje onder druk gezet, heeft hij uiteindelijk zijn sleutel afgegeven en heeft hij vrijwillig meegewerkt aan, aan het opsporingsonderzoek. Mm-hmm. En zo konden ze erbij. Maar medeverdachtes van in die Robert M. zaak, Matthijs van der M. bijvoorbeeld, die gaf niet zijn sleutel af. Nou, en dan gaat het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, gaat dan kijken of ze er toch in kunnen komen en daarachter kunnen komen. Ja. Hij heeft dat uiteindelijk niet afgegeven en bepaalde bestanden zijn niet ontsleuteld. Ja. Toen heeft de rechter gezegd, nou, gezien het feit dat er op de computers wel kinderporno staat, maar daar we niet bij kunnen, neem ik het feit dat je niet het ontsleutelt, ga ik strafverzwaring als sanctie. Ik krijg gewoon extra straf. Ja, dus er is ook wel een sanctie op het moment dat je het niet ontsleutelt. Maar er moet wel bewezen zijn dat je het daadwerkelijk wel op je computer hebt, in andere gevallen. Ja. Even terug naar die internationale context. Mm-hmm. We gaan iets als Nederland doen. Waarom hebben we dat internationaal niet goed geregeld? Ja, nou, ik denk dat landen gewoon heel erg gebrand zijn om opsporing zelf te regelen. Ze zien dat als een... je hebt territoriale soevereiniteit, heet dat. En staten bepalen onder welke voorwaarden inbreuk gemaakt worden in de persoonlijke vrijheid van hun burgers. En dat betekent dat ze strafvordering zelf regelen. En alleen al binnen de EU vind ik het interessant. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel lidstaten, maar een hoop lidstaten, allemaal met een eigen wetboek van strafvordering. Ja. En we kunnen heel moeilijk overeenstemming krijgen. Nou, onder die voorwaarden mag je dit doen als politie. En je ziet het aan cybercrime specifiek. Er was een richtlijn gekomen vanuit Europa die cybercrime beter zou moeten aanpakken. En er worden ook botnets in genoemd. Nou, groot probleem, we moeten hier wat aan doen. Mm-hmm. Nou, waar komen ze mee? We gaan hacken strafbaar stellen. We gaan de denial of service aanvallen strafbaar stellen. En nog een paar delicten. Ja. Maar er wordt niets geregeld over rechtshulp of over het grensoverschrijdend verzamelen van bewijs. Okay. Dus daar ligt wel echt een probleem. Binnen de EU kunnen we daar zelfs geen overeenstemming bereiken. Nou, laat staan, wereldwijd. Ja. Wat stelt het voorstel zoals het licht gaat door? Krijgen we er dan gedonden mee? En wie neemt dan actie? Ik sta wel zelf iets genuanceerder in het wetsvoorstel. Kijk, het moet langs wel een soort toetsingscommissie, het college van procureur-generaal. En dat is dan een traject die je moet doorlopen, die nu ook alleen voor infiltratie geldt. En ik heb van een paar jaar geleden een rapport gelezen en daar bleek dat infiltratie maar een handjevol keren per jaar wordt ingezet. Ja. Dus de vraag is, kijk, de politie gaat niet op loshekken en zijn gang. Wel is wat mij betreft ook onduidelijk, wat mogen ze nou precies hacken en wat niet? Er staat in, je mag een smartphone hacken en een GPS-signaal aanzetten. Je mag een botnet hacken. Je mag geautomatiseerde werken. Ja, ontzettend breed. Nee. Nou ja, waar ligt dan echt het probleem? Nou, stel, we hebben een verdachte met een Gmail-adres en we willen bewijs verzamelen. En we gaan zijn account hacken om daarin te kijken. Maar het is een Braziliaanse verdachte. Dan passen wij dus eigenlijk Nederlands recht toe op een Braziliaan. Die ervan uitgaat dat zijn grondrechten alleen geschend worden onder Braziliaans recht. Nou, en andersom, hè, onder het reciprociteitsprincipe of wederkerigheidsprincipe, kunnen staten dat ook bij Nederland doen. Inderdaad, misschien onder andere misdrijven en onder andere voorwaarden. Ja. En wij weten niet goed wanneer dat dan mag en niet mag. Dus er is een voorzienbaarheidsprobleem, denk ik. Nou, goed voorbeeld, want Rousseff, hè, die minister-president van Brazilië, die is natuurlijk totally pissed met die NSA-affaire. Dus als wij dat soort dingen gaan doen, dan wordt ook op matje geroepen bij haar. Het kan tot diplomatieke spanningen leiden. Ja. En dat is ook wel interessant, want als het gebeurt binnen strafproces, is het wel de vraag of het echt de inbreuk op soevereiniteit zelf, dat betekent niet dat bewijs wordt uitgesloten in een opsporingsonderzoek of dat soort dingen. Dus je moet veel meer rekening houden met de internationale spanningen. Maar gelukkig is er wel die commissie die de bevoegdheid daarvan toetst en hopelijk ook op dat soort aspecten legt. Okay. En andersom, want als die Duitsers dan zitten van ja, het was zo'n gedoe, mag allemaal niet. Wat vragen die Nederlanders ook? Jij niet even kijken. Verwacht je dat? Of werkt dat niet zo? Dat zij de bevoegdheid niet hebben en aan Nederland zouden vragen om dat toe te passen. Ja, die gozer die niet. De mogelijkheid bestaat. Ik weet het niet. Ja, pikant zijn natuurlijk. Een schandaaltje dan maken. Ja. Je schreef je proefschrift over dit onderwerp. Kom eigenlijk wel goed uit, hè, zo'n wetswijziging.
Ja, nou ja, goed. Heb je al wat te doen? In 2009 werd er over gepraat. Was er al wenselijkheid om online verzoeking mogelijk te maken. Dus het komt niet aan mij uit de lucht vallen. Ik ben er ook al een paar jaar nu mee bezig. Het is ook een van de dingen die misschien aangepast moet worden. Kijk, het probleem is dat opsporingsinstanties zien dat de wereld verandert. Het digitaliseert. Hè, waar ze eerst alle telefoons konden tappen. Moeiteloos en daar bewijs uit te kunnen krijgen. Nou, het was fantastisch, maar toen kwam internet en telefonie via internet. Ja. Nou, nu kan telefonie via internet goed afgetapt worden en kan er een tap geplaatst worden bij een internetprovider. Maar alles wat versleuteld is, is dan niet zichtbaar. Mensen gebruiken internet op hele verschillende manieren. Misschien hier zitten ze nu te internetten. Maar als er een tap staat op hun verbinding thuis, dan komt niks mee. Nee. Dus politieinstanties die hebben problemen. En die gaan op zoek naar alternatieve methoden om bewijs te kunnen verzamelen. Ja. En voor hun is hacken een manier om dat te kunnen doen. Maar het is wel een hele verstrekkende, redelijk extreme manier daarvoor. Okay. Ja. Zoals het soms wel eens werkt in de politiek met uitgebreide wetsvoorstellen, dan denken ze, nou weet je wat, we doen er van tevoren wat wisselgeld in. Dan als het echt heel moeilijk wordt, dan kunnen we iets toegeven dat we zeggen, nou oké, dat doen we dan niet. Dan uitruilen en dan kunnen we alsnog door. Stel jij bent minister Opstelten. Welk punt uit het wetsvoorstel zou jij denken van, nou dat is lekker radicaal, maar als ik iets moet laten varen, dan dat wel. Welke zou je nemen? Ik denk twee. Ik zou het ontsleutelbevel laten varen. Want zeker, het wordt eigenlijk ook gezien als alternatieve bevoegdheden. Als je malware kan installeren om een online doorzoeking te doen en misschien een sleutel wachtwoorden af te vangen. Nou, waarom moet je dan ook nog een ontsleutelbevel hebben? Ja. En ten tweede, wat ik heel ver van gaan, is toch ook het ontoegankelijk maken van gegevens in het buitenland nadat gehackt is. En dat is echt controversieel en dat brengt problemen met zich mee, internationaal gezien. Ja. Maar ja, ook zelf, zelfs na 3 jaar, ik ben ook niet precies overuit wat verbeterd zou moeten worden of wat niet. Het is heel complex. Ja. Je bent er ook voorlopig nog wel even mee bezig. Ja, helaas wel. Astrid, een echte jurist. Nou ja, vraag. Ik ben wel benieuwd inderdaad hoe jij naar deze wet kijkt, want je bent nu al 3 jaar. Kijk daarnaar en wij gaan er straks in de Kamer iets van vinden. Hoe toekomstbestendig is deze wet? Daar hou ik me namelijk zelf heel erg mee bezig en ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Nou ja, kijk, zo'n bevoegdheid wordt technologisch neutraal geformuleerd. En het probleem daarmee is ook wel eigenlijk dat het heel breed is. Want we hadden het al gezegd, een geautomatiseerd werk. Vandaag wordt bekend dat misschien een router werd gehackt om daar een IP-adres uit te krijgen. Dat is ook een geautomatiseerd werk. Zijn er straks ook smart meters? Wat ik interessant vind, kan de politie straks in een achtervolging met een auto die in verbinding staat met internet, via internet inbreken op de auto en misschien die auto stilzetten? Ja, ik weet het niet, maar op zich als een rechter naar kijken ze ook naar de toelichting en naar de wetsgeschiedenis. En daarom ligt ook voor parlementsleden daar belangrijke punten. Die moeten vragen, doorvragen. Nou, waar ziet het nou precies op? Ik vraag me heel erg af. Het wetsvoorstel richt zich vooral op botnets en Tor. En eigenlijk naar aanleiding van Bredolab en het onderzoek Descartes waarbij werd gehackt. Maar in hoeverre ziet het nou ook op de online accounts van iemand die wij in ons dagelijks leven gebruiken? Op Google Drive, op SkyDrive, op webmail, op online fora. Dus ik denk dat er meer duidelijkheid over die reikwijdte van die wetgeving zou moeten komen. En dat het daarmee misschien iets duidelijker wordt. En ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, als je er nog dieper op in wil gaan, volgende week heeft hij een hele dag, geeft hij een soort cursus van heel diepgaande over deze wetwijziging. Dan ben je ook bij hem welkom. Maar goed, ik ben geen jurist. Dus. Maar goed. Hey, hartelijk dank dat je erbij was. Ja. Dames en heren, Jan-Jaap Oelemans. Goed. Tot zover de eerste helft. We hebben straks pauze natuurlijk. Gaan we even drinken, bellen en al dat soort dingen. Maar misschien dat er alvast wat reacties zijn hier in de zaal. En nogmaals, als u denkt van ik wil niet op tv, dan knip u er gewoon uit. Iemand, teen of tander? Ah ja, kom er eens. Kom anders even hierbij staan. Dan kunnen we je... Hallo. De belangrijkste vraag die ik altijd heb als het over dit soort onderwerpen gaat, is in de medische vakgebied kennen ze het fenomeen numbers to treat. Dus als je een nieuwe behandeling wilt uitproberen, dan wil je toch eerst weten hoeveel mensen moet ik nu behandelen om bij één iemand effect te hebben. Okay. En ik vraag me af hoe dat zit bij bijvoorbeeld het bestrijden van kinderporno. Hoeveel mensen moet je gaan hacken of in de gaten gaan houden? Of welke regels zijn allemaal voor moeten er uitgevoerd worden waar heel veel mensen last van hebben? Ja.
om één kinderporno-kijker te vangen. Ja, ja, wat is daarover bekend? Het is een beetje een vraag over proportionaliteit. Hè? Ga je niet de mug met een olie of met een kanon doodschieten of zo? Bijvoorbeeld. En wat is het effect en wat zijn de kosten en wat zijn de baten als je één iemand wil vangen? Ja, ja. Hoeveel moet je daarvoor doen? Dus een beetje testen ook voordat je gaat beginnen. Ja, de kwantiteit. Uittesten, oké. Okay. Dat is een hele goeie. Ja, misschien dat iemand de antwoord op weet. Ik weet het antwoord niet, maar... Nee, dat is een interessante vraag. Moet je meenemen in de kamer, hè, dit. Kunnen we even een beetje testen om te kijken hoe proportioneel het is. Goed, verder nog wat reacties. Ah, hier. Ja, hallo. Het heet lawful intrusion, maar men maakt gebruik van malware, van fouten in software. En vroeger was het zo, als je als security of researcher ontdekt een fout in software, dan ga je naar de leverancier. Nu krijg je een soort van pervers mechanisme dat een overheid jou meer betaalt voor die fout die je ontdekt, omdat ze dat kunnen gaan gebruiken in onderzoek. Met andere woorden, software wordt er niet veiliger op en het netto effect van het hele gebeuren kan zijn dat we met z'n allen onveiliger worden. Nee, dat klopt. Dus dat je als politie probeert iets te bestrijden, maar het zelf gaat doen. En uiteindelijk de netto som is nog meer onveiligheid. En het is ook goed dat je opmerkt, wat gaan bedrijven daar nou van merken? Want als het uiteindelijk schade is, hè, zoals bijvoorbeeld de advertentieinkomsten, maar ook ICT-bedrijven die bijvoorbeeld zien dat hun klanten naar het buitenland vluchten omdat ze hier niet willen zijn. Dat soort dingen gaan we straks in de tweede helft bespreken. Dan krijgen we het bedrijfsleven aan bod. Want die gaat daar ook last van krijgen. En ik kom daarna ook weer bij jullie langs natuurlijk voor een vragenrondje. Maar we hebben een verschrikkelijke dorst, dus we gaan even pauze houden. Ja? Oké, okay. Dan zijn we zo weer bij je terug. Tot zo. Daar zijn we weer, deel 2 van TechTalk Late Night. Ja, ga je maar even lekker zitten, want jij mag nog steeds luisteren naar wat we je allemaal te vertellen hebben. En dan straks kom je even zeggen wat je ervan gevonden hebt. En vooral, wat neem je mee naar de Tweede Kamer? Ja. Nou, we hebben eerst de technische kant gehad natuurlijk met Bart Jacobs. Toen twee juristen al die tekst even doornemen. Wat betekent dat nou precies juridisch en technisch en zo? Wat komt er allemaal uit? Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk ook heel veel bedrijven in Nederland die op het internet zitten, internetdiensten verlenen. Die gaan hier ook mee te maken hebben. En wat vinden zij daar dan van? Nou, we hebben de Dutch Hosting Providers Association. Dat is dus de club van alle Nederlandse hosting providers die bij elkaar komen uit een gezamenlijk belang en dan ook zo naar buiten kunnen treden. Dit vinden wij ervan. En de KPN, die we allemaal kennen natuurlijk. Dus dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Michiel Steltman en Jeja Belou. Nou, lieve mensen, welkom hier bij TechTalk Late Night. Ja, Michiel. Nou, jij bent de voorzitter van de Dutch Hosting. Directeur. Oh, de directeur. Dat is een stichting, toch? Stichting, ja. Een bestuur en een directie, en dat ben ik. Ja, oké. Okay. En om even heel cru te zeggen, hoeveel data gaat er eigenlijk via jullie club zo'n beetje heen en weer dagelijks? 80% van alles in Nederland. Dus dat is het AMSIX, 2,5 terabit. Nou, ik weet niet, veel. Okay. Giga. Dat behoorlijk Leven. Wat. Dus ik wil straks graag van jou horen wat dat voorstel voor gevolgen heeft voor jullie. Maar Jeja, jij bent de Chief Security Officer bij KPN. Information Security Officer. Ja, yeah. Chief Information Security Officer, de CISO, zeggen ze dan. Hè? Jij was vandaag bij de Grand Conference. En voor de mensen die dat niet weten, er was hele week Alert Online. Veiligheid en Justitie heeft ze een beetje alle conferenties bij elkaar geveegd en onder één vlag gebracht. En dat eindigde dan in een grote apotheose, de Grand Conference, waar minister Opstelten kwam natuurlijk. En het ging allemaal over internetveiligheid. Hoe was het daar? Nou, heel leuk. Het hadden het thema Smart Cities. En binnen dat thema hebben ze allerlei dingen ontplooid over wat moet er zijn aanwezig zijn van de digitale samenleving om een smart city te maken. Wat maakt het juist smart?
En daarna was het een hele, heel veel goede prestaties, gesprekken met mensen. Het was per uitnodiging alleen, dus je kon er niet zomaar deel van nemen. Maar ze sluiten met drie heel belangrijke punten. Oh, die heb je erbij. Die heb ik erbij. Ik dacht even spieken. We need to understand the threat from a global level to the local level. We need to move from public-private partnerships to public-private participation. Dus dat iedereen een rol heeft en iedereen moet dat rol actief invullen. And the human factor is the big picture, trust, action and leadership. En wat het betekent is dat er werd heel veel gesproken over techniek, maar uiteindelijk om die public-private partnership, wat een beetje mensen met elkaar die gaan lullen met elkaar, naar mensen met elkaar die gaan feitelijk wat doen. Ja. Om dat verandering te maken, heb je eigenlijk dat netwerk, dat relatie, dat vertrouwen onder elkaar nodig om dat te kunnen doen. Oké. Ja, het zal heel veel campagnes over, hey, je moet je wachtwoord veranderen, dus naar de burger toe, naar bedrijven toe, awareness. Werd er ook gesproken over dit wetsvoorstel? Nou, ik heb wel een vraag daarover gesteld, maar er werd niet inhoudelijk op ingegaan. Er zijn nog meer mensen hier van de Grand Conference, maar op een gegeven moment, Pim, ik zie Pim daarachter, ja. Daar heb ik wel een vraag over gesteld in de naam van, kijk, a best defense is misschien een offensive strategy. Dus, en dat vroeg ik aan de hoofd van de NCTW, toch? Ja. Dus lichtelijk geprikkeld gaf hij antwoord, maar niet echt antwoord, vond ik. Nee. Dus daar was eigenlijk geen antwoord. Waarom was die zo geprikkeld dan? Nou ja, volgens mij, ik was de laatste vraag en wat? Hij had geen bier. Hij had geen bier? Dat zegt Pim, ja. Oh ja, nou, dat laat wel zien hoe belangrijk het is. Ja, maar het is natuurlijk ergens ook pikant, weet je wel. En dan hebben ze een hele campagne over internet moet veiliger en we hebben jullie daarvoor nodig. Terwijl ze zelf dan een wet invoeren waarvan je kunt afvragen, wordt het veiliger of juist niet? Er werd niet over gesproken. Nou, jammer. Nou, dan gaan we even naar Michiel toe. de hosting providers. Nou ja, die verhandelen bits. Het komt allemaal naar binnen, gaat allemaal naar buiten. Als politie mee wil kijken, dan moeten er deurtjes open, deurtjes dicht en zo. Kijk, aan de ene kant helpen ze jullie natuurlijk de business goed te houden, want het internet wordt veiliger. Maar jullie kunnen er ook last van hebben. Vertel. Ja, absoluut. De hele digitale economie. Die natuurlijk groeit als kool, hè. 15 jaar geleden bestond die hele sector niet. Nu alleen e-commerce doet al 13 miljard omzet in Nederland. Dat wordt gedaan met behulp van wat we noemen digitale infrastructuur. En ik moet het eerst even toelichten, want die sector is een beetje buiten beeld. Als je gemiddelde politicus, en dan reken ik dan Astrid even niet onder. Want ik heb... Bovengemiddeld. Vraagt hoe het internet, en dan is dat mensen met apparaatjes en bedrijven die toegang hebben. En dan heb je een ISP die dan verbindt. En dan heb je het grote boze internet. En waar zit dat? Een executive van Intel twee weken geleden vertelde me nog, nou, Ierland, daar gebeurt het. Daar staan de datacenters en zo. Ja. Nou, forget it. In Nederland staat in de top 4 in Europa de hardste groeiende vierkante meters datacenter. Dat is de grootste internet exchange ter wereld. Mm. Met Deloitte doen we dit jaar een onderzoek waar duidelijk naar voren komt dat de digitale infrastructuur in Nederland de derde mainport is in Europa. Hè. De haven Schiphol en onze digitale infrastructuur. Dat trekt enorm hoeveel de datacenters aan. We hebben er al 40 grote carrier neutral datacenters met meer dan 3000 vierkante meter. Waar al die servers staan, die infrastructuur. En daarop wordt ontzettend veel geld verdiend in Nederland en naar buiten. Dus het is net als de haven van Wegenet, daar moet je dus verdomd zuinig op zijn. Ja. En daar moet je niet met je vingers in gaan stoken. Want doe je dat, dat schaadt het vertrouwen. Ja. We weten allemaal dat digitale economie valt en staat met vertrouwen. Dat hebben we gezien in het patiëntendossier. Hè. Als vertrouwen weg is, dan groeit de handel niet. Hè, dus als we die digitale economie overeind willen houden, moet het vertrouwen in het feit dat wij als hosters en degenen die hun diensten daarop aanbieden, dat die hun zaakjes regelen voor elkaar hebben, moeten we in stand houden. En nou, boeven die stoken daar aan de ene kant schade het vertrouwen, maar de overheid doet in dit geval net zo hard mee. Ja. Door dat vertrouwen te beschadigen. En dat is slecht voor de handel en dus slecht voor de economie. Je zou het er ook kunnen omkeren als er zoveel verkeer via Nederland gaat. Dan is het toch fijn dat de politie, als er wat mis is, daar kan ingrijpen? Of is dat een beetje naïef? Nou, het is zeker naïef. Ik denk zelf, we zitten echt op een doodlopend spoor. Ja, dat zagen we net aan de juridische insteek. Ja, veel woorden om duidelijk te maken dat we internationaal redden we het niet. En dan gaan we het maar proberen vanuit Nederland te regelen. Het is net zoiets dat je zegt van, nou, weet je wat, we moeten ruimterecht regelen, maar dat lukt ons niet, dus dan doen we het maar in Nederland. Ja. En dan definiëren we een pijlertje zo, en dat is dan ons stukje, en misschien kunnen we daar nog wat meer mee. Ja. Daarmee, dat is een doodlopende weg, het is een moeras. Ja. En ik ben bang dat het ook slecht nieuws is, maar ik ben bang dat als we het andersom gaan doen, hè, dus disproportioneel handelen, routers gaan hacken, dingen doen waarvan we de gevolgen niet altijd kunnen overzien,
Ja, dat schaadt dat vertrouwen. En het is een vrijbrief voor anderen om onze infrastructuur ook te beschadigen. En ook dingen plat te leggen en dingen in te grijpen. En we hebben allemaal gezien waar dat toe leidt. Ja. En de Nederlandse hosting providers die zijn het eigenlijk allemaal met elkaar over eens. Er zijn niet verschillende stemmen dat de een zegt hoe dit moet. Absoluut. En je ziet dat de sector, dat is ook een beetje hoe het internet zich ontwikkelt. Roelof Meijer van ECDN heeft dat mooi verwoord. Het spelkwartier is over. Okay. En vroeger hadden we vrijheid, blijheid, hè, waar nog een beetje belangengroepen nog in zitten van het vrije, blije, open internet. Tegenwoordig wordt er serieus geld mee verdiend. Het heeft serieuze economische betekenis. En dus gaat politiek en anderen gaan zich ermee bemoeien, onvermijdelijk. Hè, de regulering, allerlei zaken doen in intreden, daar hebben we maar mee te dealen. Ja. En dat is gewoon een fact of life. En daar moeten we op een volwassen en goede manier mee omgaan. Ook in de balans, de Cybersecurity Raad, jouw baas onder andere zegt daar allerlei dingen over. Dat in de balans die we zoeken tussen privacy, bescherming van vrijheden en handhaving en opsporing, waar we steeds tussen balanceren, wordt een derde dimensie aan toegevoegd, hè, wat de Cybersecurity Raad ook zegt, dat is het economisch belang. Mm-hmm. Laten we dat niet vergeten, want als we dat schaden, dan schieten we onszelf gewoon stevig in de voet. Ja, oké. Economisch belang. Nou, een van de grootste, of eigenlijk de grootste telecom provider in Nederland, die ook hosting provider is, KPN. Ja. Hoe staan die daarin? Nou, weet je, ik ben helemaal eens met mijn baas dan, in dit geval. Wat grappig. De baas van KPN. Mooi. De baas van KPN, dat is altijd mooi als je daar helemaal eens bent. Maar het is wel een balans, want we zeggen nu privacy en security is een balans, wat we hier moeten overwegen. Mm-hmm. Maar je moet je voorstellen, het is heel simpel, KPN gaat altijd zich aan het wet houden. Maar vertel me soms welke wet, want we hebben ook wetten rondom netneutraliteit. En als we verplicht zijn op een gegeven moment om sites te blokkeren, dan hebben we straks een andere partij die ons gaan aanklagen, want nou, jullie hebben net te veel geblokkeerd of net dingen geblokkeerd wat had niet mogen. Dus wij worden dan in het midden van het spel gezet tussen al die verschillende overheidspartijen. Niet alleen CBP, maar ook ACM, AT, noem het maar op. Ja. Dus als we ervan uitgaan dat ik moet de wet volgen, je moet je voorstellen dat mensen, er was een artikel in die wetvoorstel over stelselmatig monitoring. Stelselmatig, alleen de woorden al. Dus als wij het mogelijk maken vanuit een smartphone of een router of welke device dan ook, om stelselmatig monitoring kan doen, hoe ga je CBP in dit soort opzichten ooit tevreden stellen dat je je werk goed doet als operator? En ook je werk goed doet als we sites moeten verbannen. Ik bedoel, weet jullie nog dat we hadden een anonymous dreiging? Nou, het bleek achteraf gewoon niets te zijn. Maar we hadden een anonymous dreiging over onze blokkering van de private pay. Dus ik kan me voorstellen dat in de toekomst dat soort acties gewoon alleen maar toenemen. Want als we het niet alleen in Nederland mogelijk maken, maar ook in het buitenland. Ik vraag me echt af waar we dan naartoe gaan als society. Ja. Oké, het loopt dus een aantal dingen door elkaar. Want aan de ene kant is het dus niet duidelijk wat je moet doen. Maar van de dingen waarvan wel duidelijk is wat je er moet doen, word je eigenlijk een verlengstuk van justitie. En dan krijg je dus problemen met aansprakelijkheid als bedrijven schade hebben. Maar je gaat zelfs een stapje verder. Wij worden een target voor. Zeker. Oké. Ja, wij worden een target door dit soort dingen. Want heel simpel, volgens mij had iemand anders dat benoemd. Maar de concept dat je dit soort dingen gaat doen, policeware opzetten. Er komen zeker mensen vanuit de Chaos Computer Club of van andere hacking group die dit gaan ontdekken. Die gaan ook dan filters voorschrijven. Moeten wij dat ook doen? Dus wij moeten dan ook ergens blokkeren totdat er nieuwe malware komt dat wij ook dan moeten vinden. Dus eigenlijk houden we onszelf bezig met de policeware wat ons zouden moeten helpen uiteindelijk als Nederland. Wij houden ons bezig als sector en als society om dat soort dingen weer te vechten. Ja, oké. Maar zijn de alternatieven? Hè? Laten we bijvoorbeeld zeggen botnets of DDoS'en die via een botnet worden. Kunnen jullie daar een rol in spelen waardoor justitie en politie dat niet hoeven te doen? Nou, absoluut. Hè? Je hebt bij botnets is een goed voorbeeld waar je preventief moet handelen. Als service providers praten we dan over technical abuse. We kunnen onszelf beschermen tegen invloed van onbevoegd handelen, zeg maar, of buitenwettelijk of wat dan ook. Bedreigingen op onze infrastructuur, die gaan we proberen af te wenden. Nou, als DPA nemen we initiatieven, de Nationale Wasstraat, DDoS-protectie, aan de voorkant en zo, allerlei dingen worden ontwikkeld. Aan de kant van de voorlichting, want waarom bestaat DDoS? Nou, omdat PC's geïnfecteerd kunnen worden. Mm-hmm. Hè? Want als die PC's niet geïnfecteerd werden, had je geen botnet. Dus daar moet je iets aan doen, aan preventie aan de voorkant. Nou, er zijn initiatieven zoals in Nederland ABUCX, internationaal ACDC,
Dus daar moet je aan werken. En wat je dan helemaal overhoudt na die preventie, want dat is altijd de beste manier. Eerst preventie, dan pakkans, dat zal elke politieagent vertellen. En pas dan opsporing en bestraffing. Als je het dan aan het eind van de rit, dan moet je kijken hoe je het gedrag van de mensen die dat doen, dat je er iets mee kunt. Ja, en nogmaals, het ingrijpen in de infrastructuur is dan niet de slimste manier. Het is zoiets als dat je mijnen op wegen gaat leggen en wegen gaat afsluiten en zo, omdat er auto's met drugs overheen worden vervoerd of zo. Dat is niet de weg. Okay. En je moet toch, we zullen met z'n allen toch slimmer moeten worden en andere manieren bij de gebruiker aan de buitenkant van die infrastructuur moeten vinden, in plaats van wijsneuzerig met z'n allen aan die spullen te gaan zitten rommelen. Dan moeten we gewoon afblijven. Hey, jij zit terug. Ik vraag me gewoon af, is er niet een betere manier om met justitie en politie te werken? Want ik geloof er wel in dat er boeven zijn die moeten gepakt worden. Eens. Daar ben ik helemaal niet oneens. En ik wil ze graag de middelen en de steun en de hulp geven om die echte eikels op te pakken. Ik wou een veel slechter woord zeggen in het Engels, maar ik heb eikels gepakt. Wij Nederlanders begrijpen dat. Er is nog een wereld te winnen, absoluut. Daar zijn we niet oneens. Maar de concept dat je het hele internet mogelijk verzwakt door malware op routers te introduceren, op dingen te doen. Weet je, ik moet denken meteen aan mijn collega's in België, wat zij nu allemaal meemaken en door moeten gaan nu op dit moment met hun infrastructuur. Ik wil dat nooit aan een andere collega in de telco-sector wensen. Dus ik wil ook niet denken dat de foreign overheid dat aan ons doet. Dus de Belgen die hebben dat al, van die policeware die her en der geïnstalleerd, en daar hebben ze echt gedonden mee. Belgencom kwestie, hè? Neem je een kannetje daar even in. Vertel eens over. Nou, je weet van de Belgencom hack die er is geweest. En er zijn nu, dat heeft Belgencom zelf naar voren gepubliceerd, er waren issues over een gateway router die mogelijk door indringers is binnengekomen. En het is niet duidelijk precies wat er allemaal daar speelt, maar dat hebben ze zelf naar buiten gebracht, dat er dingen waren veranderd op een router. En het gaat er mij om dat ik wil niet over een half jaar weerstaan als die wetvoorstel doorgaat, dat wij dan mee te maken hebben met een KPN die dan in de nieuws staat, die zegt onze routers die waren veranderd, hun configuratie was veranderd door malware van een buitenlandse inlichtingdienst. En het is niet zo gek dat die buitenlandse inlichtingdienst dat doet, want wij doen het nou ook. Ja. Wij spelen daar ook in mee. En ik was het aan het vertellen onderweg hier naartoe, dat ik ben zo blij dat ik in Nederland woon. We zijn zo'n lieve land. Ik bedoel, ik nog maak wel. Nog wel. En ook met bepaalde dingen. En ik vind het niet een naïviteit, ik vind het een goedheid. En ik wil dat goedheid en dat oprechtheid niet kwijtraken, ook niet in deze strijd. Ja. En even praktisch, die malware. Hè? De stel, ze zijn een bepaald netwerk op het spoor en dan gaan ze dus, bijvoorbeeld via netmailtjes of wat dan ook, hebben ze dan ergens die malware of policeware geïnstalleerd. Jullie scannen continu, hè? Gebeurt er niks raar, dan ontdek je zoiets. Zouden ze daar dan een soort van boodschap in doen, zo van, dit moet je niet weghalen, want wij zijn van de politie? Of zouden ze dat al vooraf vertellen? Of kunnen virusscanners daar... Hoe zou zoiets praktisch gaan? Ik wil dat hele scenario eigenlijk niet verkennen. Je voelt al wat een schimmig verhaal je terechtkomt en hoe je dat wel of niet detecteert of blokkeert. Precies het voorbeeld van Jaya. Ik zie de krantenkop al voor me, los van hoe ik vind dat de Nederlandse politie dan werkt. Maar router KPN gehackt en het bleek dat het gaat om de Iraanse politie die dat moest doen omdat ze een lokale boef wilden opsporen. Nou, je ziet de krantenkop al voor je. Het is precies hetzelfde verhaal. Ja. Dus ik wil helemaal niet daar op dat gebied terechtkomen. Wat er op de eindpunten gebeurt, dus op een apparaatje van een gebruiker zelf, iemand gewoon die in een auto rijdt, die iets illegaals vervoert of doet met die auto, of iemand die met een telefoon of zijn eigen apparaatjes doet, dat is een heel andere kwestie. Ik denk een andere grote orde, maar het gaat mij met name om die digitale infrastructuur en de centrale diensten. En dat is een no-go area. En wat ik wel, je vroeg wat kunnen we wel doen? Nou, we kunnen daar wel heel actief en samenwerken om het verzamelen of het veiligstellen van evidence in samenwerking met de hosters. En daar zullen we inderdaad internationaal mee moeten doen. En accepteren dat er misschien landen zijn of boeven overblijven. Ja, zo. Such is life. Het internet is groot en boos. En we kunnen dat niet vanuit Nederland allemaal dicteren of regeren. Nee. Nou ja, als laatste ding zou ik zeggen, we moeten ook niet te veel denken dat met een soort arrogantie dat wij die enige zijn als we een nieuwe kwetsbaarheid vinden in een router of in een smartphone of whatever. Wij zijn niet de enige. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat onze eigen policeware tegen ons zouden kunnen gebruikt worden, net zoals alle andere malware die op straat staat. Zodra dat je ervan weet, zijn wij niet de enige die daarvan mogelijk weten. En als je kijkt naar de
naar de tegenpartijen en welke resources en middelen en doelen zij tot hun beschikkingen hebben en minder last van de wet, dan zijn ze zeker in staat, zeg maar, om van onze tools misbruik te maken. Want dan nog even naar het puntje aansprakelijkheid. Stel dat door bepaalde policeware of iets jullie bedrijfsmatige schade lopen, dat of bepaalde bedrijven weggaan of een claim bij jullie neerleggen van ja, wij zijn gehackt door dat of dat. Hoe is dat nu geregeld? Of hoe zou dat geregeld worden met deze wet? Of is dat voorkomen onduidelijk? Dat is onduidelijk en ik denk een hele recente case is inderdaad bij LeaseWeb, hè, het verhaal met Kindle.com. Samenwerken met de Fiat, er zit iemand in de zaal die het beter kan vertellen. Alex hier, die weet exact, maar in ieder geval de servers werden weggehaald terwijl het verdenking was en geen veroordeling. Dus de betreffende klant die ging naar LeaseWeb toe en die zegt, hey jongens, jullie zijn in gebreken, want jullie leveren mijn spulletjes niet. Ja, die is door de justitie weggehaald. Ja. Werden niet gevrijwaard, hè, niet automatisch, en dat is dus gewoon niet goed geregeld. Okay. Dus als we al worden gedwongen tot medewerking, worden we niet gevrijwaard. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ja. En daar is ook nog een wereld te winnen. Er zijn andere voorbeelden, ook in internationaal recht, hè, waar Nederlandse providers een uitleveringsverzoek van een of ander Engeland aan hun broek hebben gekregen. Omdat daar een rechter wat wil. Daar worden we niet tegen gevrijwaard. Nee. Notabene tegen uitleveringen die gevraagd worden op grond van handelen wat in Nederland onrechtmatig is. Okay. Dus ja, dat zijn allemaal lacunes, allemaal problemen waar we mee te maken hebben, die wij met alle respect nog veel urgenter vinden om mee te dealen dan deze kwestie. En die dat vind ik wel een leuk concreet voorbeeld. LeaseWeb, misschien dat jullie zelf nog iets erover willen zeggen, hoe dat gegaan is of niet? Waar zit je? Ja? Oh, je kan er ook even bij komen, dat is wel gezellig. Ja, nou, applaus voor LeaseWeb. Nou hoop ik maar dat ik het goed heb verteld, Alex. Bijna. Ja, kom anders hier staan, dan kan ik even erbij hebben. Je bent van LeaseWeb. Even voor de mensen die jullie niet kennen. Ja, jullie verstoken ontzettend veel data, maar wat doet LeaseWeb? We zijn een hele kleine hostingpartij. Oh. De grootste in Nederland. Grootste in Nederland, ja. Wat is er precies gebeurd bij jullie? Vertel. We hebben een mega upload gehad, maar daar ging dit niet over. Deze zaak ging over een semi-bankaire klant. Die had bij ons een aantal servers. Die werden in beslag genomen. Er was een rechtshulpverzoek voor één server. Maar de politie nam ze alle 10 mee. En dat was niet de bedoeling. Kun je dat kwantificeren in schade? Of? Maar dat ga ik hier niet zeggen. Ja, het is geld, maar misschien ook reputatieschade. Het is geld en reputatieschade. Het probleem is dat het een rechtshulpverzoek was van de Amerikaanse overheid. En de klant is naar Amerika gegaan, omdat daar de rechtszekerheid voor hem beter was dan in Nederland. Kijk. Dus wij zijn een klant kwijt die een redelijk bedrag per maand betaalde. Ja. En die is naar een land gegaan wat het rechtshulpverzoek heeft gedaan. Maar ja, daar vond hij het veiliger. Ja, oké. Okay. Hebben jullie ook meegedaan aan de internetconsultatie? Om dit ook naar voren te brengen? Zo van, wij hebben ook 5 pagina's ingeleverd. Oké. Okay. En ik hoop dat daar naar geluisterd wordt. Ja. Nou, hoor je het, Astrid? Luisteren. Dankjewel voor je bijdrage. Ja, even een applaus voor hem natuurlijk. Ja. Nou, het is misschien wel leuk. In de aanmeldingen zag ik dat er heel veel bedrijven vertegenwoordigers hebben gestuurd. Die ook die consultatie hebben gedaan. En een ander is Nederland ICT. Zit daar iemand van? Ja. Oh, achter, kan je anders ook even erbij komen? Dat is ook misschien ook wel leuk. Doe nog even een blik. Ja, dat doe ik. Goed. Jou ken ik. Dat is Bart Pegge. Dat mag ik wel zeggen. Ja, dat mag zeker. Ja. Oh, oké. Okay. Geen geheim. Nee, want inderdaad, want ik sprak je net. Je was net ook bij die Grand Conference geweest. Ja. Je ziet er ook een beetje moe uit. Het is een lange dag. Het is een lange dag. Hoe was het daar? Het was, Jaya verwoord het eigenlijk perfect. Het was een dag vol met interessante verhalen. Met name ook over, niet voor de zaal die hier zit misschien, want hier kent iedereen natuurlijk de inhoud van cybersecurity en alles wat daarbij komt kijken. Maar ik denk dat we met name het verhaal moeten vertellen ook naar de bestuurders, de mensen die uiteindelijk de besluiten nemen in de organisatie. En daar was de conferentie met name op gericht. Zorgen dat zij ook hun verantwoording pakken en de mensen hier in de zaal de middelen geven om het uit te voeren. Oké. Okay. Ik las in jullie reactie in de consultatie op dit wetsvoorstel. Eén, clouddiensten die aangeboden worden in Nederland. Klanten lopen weg. Nou, dat is precies dat verhaal van LeaseWeb. Heb je nog andere bezwaren ook hiertegen? Ja, ik denk dat veel hier al gezegd is. Ik denk dat het belangrijk is, Nederland is
vanuit zijn infrastructuur, zijn breedband, zijn supersnelle breedband, zijn datacenters, Digital Gateway to Europe, een van de speerpunten van het kabinet zelf. We moeten dat koesteren. Ja. En ik denk dat je met name moet kijken hoe je die bedrijven in Nederland het best ook zelf kunt beschermen. Dat betekent enerzijds dus ook aan de slag met het aanpakken van cybercrime. Ja. Want we zijn ook een van de grootste landen met de doorvoer van cybercrime, omdat we dat goede netwerk hebben. Ja. Dus ja, we moeten aanpakken. Alleen, we moeten het wel zo aanpakken dat we niet een soort gelijke wet in andere landen gaan krijgen die op Nederlandse servers onze Digital Gateway aanpakken om te zorgen dat we en daarmee ons controle verliezen. Okay. Dus onze inzet is met name internationaal niveau afspraken maken. Maak meer gebruik ook van de bestaande rechtshulpverzoeken die je nu kunt doen. Ze zijn misschien lang niet altijd ideaal, maar het middel bestaat wel. En ga op die manier aan de slag met de aanpak van cybercrime internationaal. Ja. En tot die tijd zoek in vertrouwen, een van de thema's van de conferentie vandaag, zoek het vertrouwen met elkaar, de samenwerking, bedrijfsleven, overheid. En kijk binnen de kaders van wetgeving, privacywetgeving, waar je wel ook nu al in kunt aanpakken. Ja, vertrouwen is inderdaad van zo'n sleutelwoord wat erin terugkwam. Maar er was nog één punt in jullie reactie wat ik interessant vond. Van, we krijgen steeds meer maatregeltjes van bijvoorbeeld meldplicht datalekken of bijvoorbeeld responsible disclosure. Hè, dus dat je gewoon laat zien op een verantwoorde manier, hier zijn lekken. Maar als het lek door de politie wordt aangebracht, wat doe je dan? Dat is een interessante. Je hebt het goed gelezen. Dat was een van de puntjes waar wij het vragen over hadden. Van, stel, de politie treft een lek aan en maakt daar gebruik van. Dat hoort dan bij die wet, bij de bevoegdheid om dat te doen. Maar onze vraag is wel, van als er dan gebruik van is gemaakt, melden ze dat ook bij het Nationaal Cybersecurity Centrum, zodat de leverancier het lek kan gaan dichten. Ja. Want uiteindelijk, niemand heeft alleen recht op het vinden van een lek. Ja. Dus zo snel mogelijk dichten om vervolgens die software veilig te krijgen. En hij zegt, sorry, het was de staat zelf. Dan kan het niet meer. Ik wil nog even reageren, Bart, want twee dingen die je noemde. Eén is, Nederland is het grootste doorvoerland van cybercrime. Dat is ook zo'n mooie mythe. Even het perspectief te plaatsen, dat is in februari was dat op het nieuws. Hè? Nederland, paradijs voor cybercriminelen, zei RTL toen. Wij hebben de grootste internet exchange ter wereld. Het meeste transport van alle landen bij elkaar. En dus dat is niet nog wie, dus dat je dus ook veel transport hebt van dit soort dingen. Exact. En ten tweede waren wij de tweede in botnets achter de Virgin Islands, waar ook 3 servers staan. Dus dat was heel opvallend, wat McAfee concludeerde. Als je dat in perspectief ziet, er zijn transparency reports, maar ook reports over hoe je dat precies ziet. En je gaat dat in perspectief zien naar de digitale infrastructuur en wat we hier doen. Ja, dan is het peanuts. Dan hebben we het gewoon helemaal nergens over. Het is heel goed te verklaren, juist vanwege die infrastructuur. Ja, dat trekt natuurlijk ook gewoon krimp, want het is zo goed geregeld. We hebben het zo goed voor elkaar. Ja. Dat creëert natuurlijk ook weer mensen die er misbruik van willen maken. Ja. Het opvallende was wel dat daarna ook een aantal collega's van Astrid meteen schreeuwden van, de privacy is te ver doorgeschoten, zie je wel. Dat was de onmiddellijke reactie. Dan denk ik van, 3 maanden later zien we de NSA en dan zien we exact de tegengestelde reactie. Dus weten we het nog? Ja, ik zeg altijd maar zo, veiligheid kost meer dan onze privacy, kost voor ook heel veel geld. Maar je noemde net het woord transparency, of transparantie, zo men wil. Google, part van deze avond, vindt het ook wel belangrijk. Heeft van begin af aan altijd, als er dan de staat langskwam, vermogen even vervangen, hebben ze dat meteen laten zien, zoveel verzoeken daar en daar vandaan. Jullie vertegenwoordigen iets van 500 ICT-bedrijven in Nederland, geloof ik, zoiets. Hoe leeft dat bij hun, transparantie, om dat zichtbaar te maken? Zo van, wij hebben dus een verzoek gehad van de autoriteiten, of zo vaak, of over dat soort dingen. Leeft dat? Wat wij merken is dat telco's, hosters, cloud providers, ICT-bedrijven in brede zin, worstelen met aan de ene kant het willen openbaren naar hun eigen klanten toe. Aan de andere kant ook daar beperkingen van de wet kennen. Namelijk, je mag het vaak niet openbaren, het moet geheim houden. Het is heel afhankelijk per geval hoe je het kunt doen of niet. Ja. En ik weet maar, er zijn genoeg partijen die nadenken over het transparanter maken en het transparanter worden erin. Maar wat ons betreft is de overheid aan zet om die transparantie te betrachten. Zij zijn degene die de opsporingsverzoeken doen. Ja. Dus zij mogen ook aangeven waar ze en van wie ze dan de informatie willen hebben. Dat is nodig, Ik zou zeggen, gaan we weer zitten. Ik krijg straks een biertje van me. Bedankt. Bart Pegge. Dankjewel. Ja, sorry, dit had ik niet afgesproken, maar ik kon niet later. Prima. We hadden die discussie, denk ik, haal hem er even erbij. Ik wil nog even doorgaan op het punt van transparantie. In hoeverre leeft het bij KPN en ook de andere hosting providers, dat als je dus die verzoeken krijgt, dat je dat ook gaat melden aan je klanten? Ja, transparantie is goed voor vertrouwen, punt uit. Dus is het in het belang van de sector om dat te gaan doen. En je ziet dat steeds meer bedrijven, weer LeaseWeb natuurlijk,
als maar een aantal anderen, ik ben Google, die anderen die bezig zijn om de interventies, hè, dus dat aantal takedowns wat civielrechtelijk is gedaan, want dat moeten we niet vergeten. We hebben naast de strafrechtelijk ook de civielrechtelijke notice en takedown, heel effectieve procedure die door belanghebbenden goed wordt gebruikt en ingezet. Dus het aantal takedowns en ook het aantal legal interventies die worden gepubliceerd in aantallen en in nummers, zodat je goed beeld krijgt van hoe het nu feitelijk zit. We zijn er enorm voor en je ziet dat steeds meer bedrijven dat nu gaan doen. Nou, ik kan me ook voorstellen dat er bedrijven zijn die zeggen, ja, dat gaan we niet publiceren, want dan lopen de klanten weg. We doen gewoon net alsof er niks aan de hand is. De transparantie is altijd goed voor vertrouwen. Ja, openheid van zaken, altijd. Hoe zit dat bij jullie? Ja, in principe ben ik daar ook voor. Ik kijk nu naar help vanuit de audience. Daar zit onze man die daar de meeste over weet, over hoe wel... Je mag er ook wel bij komen als je zit hebt, hoor. Nee, maar waar het om gaat is dat we hebben eerder dit jaar Access for All, die wel wat nummers heeft bekendgemaakt. Dus in principe zijn we als KPN ervoor. Maar de vraag is inderdaad, hoe wel kunnen we prijsgeven zonder mogelijke schade te doen aan onze klantbestand, maar ook gewoon aan mogelijke onderzoeken die daar lopen, et cetera. Dus ik denk niet dat wij daar helemaal uit zijn. I'm looking at Geert. Ja? Oké, Geert van Beek, toch? Ja. Yeah. Nou, kom er even bij, Geert. Ja. Gezellig, toch? Gezellig, ja. Dat we allemaal niet aanhouden. Jij hebt bekend gezicht. Wat deed je ook weer bij KPN? Oké. Collega van Jaja, en met name betrokken bij alle politieonderzoek. Oh, kijk eens aan. Overleg met overheden en met name het indringen op de privacy van onze klanten. Ja. Voor een deel vanuit de wet, maar ook voor een deel vanuit hoe kunnen wij helpen de klant. Ja. We hebben eerder geroepen en even aangehaald abuse information exchange. Hè, dus wat doen wij om klanten weer te ontzetten van botnets, besmettingen. Het zijn initiatieven die inderdaad bij ons allemaal draaien. Als ik over transparantie heb, begint eigenlijk bij het wetsvoorstel het volledig ontbreken van transparantie. Dus waar we bedrijven zien worstelen met de vraag, komt de wetgever ook niet met initiatieven om het duidelijk te maken. Okay. Ik zie het in dit wetsvoorstel, maar ik zie het ook in Brussel waar we spreken over de expertgroep dataretentie. Waar lidstaten worstelen om goede informatie te bieden terug in de evaluatie van de wet. Bart Jacob zei eerder... Ja, het is een horizonbepaling. Horizonbepaling, evaluatie komen. Dit zijn kernbegrippen om het goed te kunnen evalueren. Ja. De initiatief om transparant te zijn binnen KPN. Samen met ExtraVol hebben we een initiatief genomen om iets te publiceren. Maar we dringen er enorm op aan in Nederland om vanuit de overheid die transparantie goed neer te zetten. Ja. Okay. Heb je ook statistieke informatie nodig? Hebben de juiste statistieken? Wij zijn ingericht op handeling A, zeg maar even. Ja. Er zijn geen afspraken over statistieken, dus cijfers noemen... In laatste instantie kan leiden tot een hele prachtige discussie, maar geen eindresultaat. Dus bedrijf A zegt, we hebben 80 verzoeken gehad en bedrijf B zegt 200, maar dat zijn heel andere soorten. Als het niet anders kan, moet je die kant heen. Ja. Maar liefst wil je dat voorkomen en willen we vanuit goed overleg komen tot duidelijkheid. Ja. Waar iedereen gewoon een helder cijfer heeft. En met name de democratische discussie kan zijn, is dit het goede middel? Ja. Goed ingezet. Okay. Ja? Nu je er toch bent, stel je zou iets mogen schrappen uit het wetsvoorstel. Wat zou er volgens jou wel uit kunnen? Artikel 54a is een leuke, die notice and takedown. Notice and takedown is een van die initiatieven, je noemde het al, waar eigenlijk de sector ook initiatief heeft genomen. We hebben een gedragscode in Nederland, we zijn er nog steeds uniek in Europa. Werkt jaar in jaar op, geëvalueerd nog steeds goed. Het kan niet de ultieme verzethaard slechte, zeg ik even. Dus als er een sector is die tegenwerkt, heb je daar geen middel. Ja. Maar de verstrekkendheid van 54a, zoals die er nog steeds in staat, daar zijn we absoluut op tegen. Wij zijn een van de partijen die ook gereageerd hebben. Dus. Ja, 54a, schrappen die op. Oké. Goed. Hey, dankjewel, gaan we even zitten. Ik krijg ook zo'n biertje van me. Geef het wat beter. Goed. Nou, tot slot. Nog even kort en krachtig. Als dit gaat straks naar de andere Kamerleden en die zegt van nou, ik heb een geweldige avond gehad bij Chris. Of het vond er niks aan, maar goed, de vraag aan jou. Van hé, jij weet daar wat van. Wat zou jullie laatste boodschap zijn aan Astrid, wat zij aan de Kamerleden moet doorgeven? Namens jullie, namens het Nederlandse bedrijfsleven, om het maar even zo gewichtig. Dat met stip op één. Kom binnenkort eens naar een bijeenkomst waar we gaan uitleggen zonder direct over belangen of over lobby te praten hoe het zit, hoe het werkt.
Ja. Dus hoe dit nou zit met die digitale infrastructuur, wat de belangen zijn, wat de economische belangen zijn. Dat is enorm belangrijk. Omdat goede informatie daarin ontbreekt. Even aanhaal het recente CBS-rapport wat uit is gekomen, staat de hele online sector niet in. En hoe komt dat? Omdat de befaamde SBI-codes, ik moet het toch even noemen, die hebben het over gegevensverwerkers, telecombedrijven, computerbouwers, dat is het wel zo'n beetje. En ja, dat is allemaal, Julius Caesar heeft dat nog bedacht. En daar staat dus het lijstje van moderne bedrijven niet in. Dus we weten het niet. Hè? Dus we moeten dat uit andere bron halen. Dus voor de wetgever bestaan ook alleen maar tussenpersonen en openbare aanbieders van telecomdiensten. En die online sector bestaat gewoon niet. En dus wij weten allemaal dat het er is, maar formeel bestaat het niet. Nou, daar moeten we iets aan doen. Dus eerst het benoemen, het duiden van hoe dat landschap in elkaar zit en hoe de economische belangen zijn. Dus dat staat met stip op één. Ja, dat niet alleen Astrid dat aan de collega's hoeft uit te leggen, maar dat er nog een paar zijn die het snappen. Hè, met alle respect, dat is één. Ja. En twee, dat we toch met elkaar andere wegen gaan verkennen dan het gaan zitten wroeten in de kabels en in de routers. Maar dat we andere middelen gaan, dus het uitbouwen van wettelijke mogelijkheden, het zekerstellen van wijze, de samenwerking met meldpunt internetoplichting, met KPD, TioHeitenkamp, dat soort dingen. Daar moeten we meer op inzetten, want het is ook in ons belang om te handhaven en op te sporen, om dat mogelijk te maken, om daarbij te assisteren. Maar langs een andere weg oplossingen en wegen te gaan zoeken. En ja, ik weet dat het vereist creativiteit. Ik heb ook niet direct de kant-en-klare antwoorden, maar de intentie is in ieder geval wel. Ja. Ja. Kijk, nogmaals, ik wil dolgraag aan meewerken om die slechte mensen eruit te halen en om opsporing te worden. Maar mits alles is geregeld. Dus op dit moment heb ik de neiging om te zeggen dat er niet genoeg vaststaat qua de randvoorwaarden waarvoor dit soort dingen moeten willen. Bijvoorbeeld de introduction of malware, waarvoor alles verzwakken voor iedereen en niet alleen één partij helpen, maar iedereen eigenlijk slechter afmaken. Dus ik bedoel, waar het uiteindelijk op neerkomt is KPN wil als alle andere telco's dolgraag gaan meewerken, maar mits dat het goed geregeld is en dat wij niet verschillende belangen tegenstrijdig in elkaar brengen. Ja. Kun je daar wat mee? Ja, nou, ik wil nog wel even ingaan op de transparency reports, omdat ik een van de Kamerleden ook ben die heel erg staat voor transparantie. Dus ik was heel erg blij met sowieso LeaseWeb die de gegevens naar buiten bracht en vervolgens kwam er een beetje teneur van mogen ze het nou wel, mogen ze het nou niet? Ik heb daar inmiddels Kamervragen over gesteld. Ja. Antwoorden zijn nog niet binnen helaas, maar dat gaat puur over van wat mag je nou wel laten zien, wat mag je nou niet. Terwijl ik denk dat daar ook een sleutel zit van laat nou gewoon zien wat je doet. Op het moment dat wij dus niet weten dat ze 8000 keer per maand ergens in de data zitten te vroeten, wat je dan wel via hoort, maar niet officieel weet, kan ik niet mijn taak uitvoeren als controlerend persoon in die kamer, want dat is natuurlijk uiteindelijk wat mijn core business is, naast het opsteken van mijn hand elke dinsdag en donderdag van voor of tegen. Jullie moeten dus het recht krijgen haar te informeren over al die vragen. Nou ja, dat gebeurt dus ook gelukkig, maar het zijn wel hele belangrijke dingen, want als je dan zegt van ja, transparantie is moeilijk of ja, is dat wel goed voor mijn bedrijf? Ik denk juist wel. Ik denk dat het daar ook de sleutel ligt, ook in die vertrouwensrol. En ook en zorg dat ook andere Kamerleden gewoon aangesproken worden. Ik weet dat ik heel benaderbaar ben, omdat ik ook we spreken dezelfde taal. Dus de helft van deze zaal, mensen die hier zitten, heb ik allemaal een keer gesproken. Ja. Maar dat is ook omdat je elkaar begrijpt. Maar ja, het is juist belangrijk om de Kamerleden aan te spreken die het niet begrijpen. Dus het is ook een uitnodiging ook naar jullie toe. Van ik kan het wel in mijn eentje weer gaan vertellen in de Kamer, maar het is a hell of a job. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Okay. Dus ik heb jullie hulp net zo hard nodig als jullie mijn hulp, denk ik, in deze crisis. Ja, graag. Daar zijn we voor. Dus. Klinkt wel heel gezellig. Ja. Goed, we gaan weer door. Er komen nog meer mensen aan het woord. Maar eerst natuurlijk even een hartelijk applaus voor JJ Blue en Michiel Steltman. Straks krijgen we natuurlijk Google zelf aan het woord. Daarvoor ga ik eerst nog even de zaal in. Dan gaan we ook nog even kijken wat het Twitch-team staat. Maar ik wil eerst even kijken. Ja, kom er anders even bij even staan. Ja, je zit al de hele tijd op een houten kont waarschijnlijk. Eigenlijk even staan. Ja, dat is wel weer fijn. Ja. Hey, nou, we hebben je hopelijk een beetje verwend met juridische kennis, technische kennis, bedrijven. Alle mensen die van alles reageerden, best wel veel. Maar wat neem je mee naar de Kamer als je dit zo gehoord hebt? Nou ja, toch weer eigenlijk heel veel punten waar ik zelf ook tegenaan loop en steeds over nadenk, hoor ik hier gewoon terug. Inderdaad van,
Ik ben geen jurist, maar het eerste wat mij opviel in dat wetsvoorstel was van, hé, wacht even, hoe kun je nou meegaan werken aan je eigen veroordeling als je dus je kiel af moet staan? Later ging ik denken van, ja, maar wacht even, encryptie, ik kan er 3 dagen lager gaan zitten. Dus ik doe hier, geencrypt doe ik gewoon een beetje geheime informatie of een beetje stoute informatie, een laag laat of 2 lagen lager, doe ik mijn echte. Je kunt nog steeds van alles verstoppen. Ook doe je alsof je het ontsleutelt. Dus daarom zei ik ook van, die wetgeving is heel mooi. Ja. Maar als je dan kijkt naar technische uitwerking, werkt het wel. Dan denk ik van, dan klopt er iets niet. En daar, ik denk dat daar ook een sleutel zit die ik hier ook steeds terug hoor. Van, iedereen is het erover eens van kinderporno, dat is gewoon, dat moet je hoe dan ook zien aan te pakken, op welke manier dan ook. Terrorisme, daar worden we ook niet heel vrolijk van. Maar moet je dan inderdaad, wat is de mate van controle? Moet je elke burger, dus eigenlijk wat Amerika doet, elke burger die zien als een terrorist? Mm. Of vertrouw je je burgers en probeer je een samenwerking te vinden? Want ik weet ook dat er heel veel ethisch hackers zijn die dolgraag mee willen helpen. Die helemaal niet blij zijn met kinderporno. Die ook mensen op het Tor-netwerk die helemaal niet blij zijn. Dat daar gewoon dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Dit is een soort zelfregulerend vermogen. Ja, ik kom uit de begintijd van internet. Ja. Ik heb echt dat je nog met hamer en bijtel moest je nog je e-mailtjes in elkaar tikken. En zo ging dat toen. Ja. En wij corrigeerden elkaar. Ja. En dat mis ik gewoon, in deze hele discussie mis ik die. Ook in de Kamer, van alles moet dicht gereguleerd worden. Maar dan op zo'n manier dat het... Op tekst lijkt het allemaal te kloppen, maar de technische wereld erachter klopt niet. Ja. En ik zie dat dan wel, maar zoals ik al zei, het is lastig om daar als enige IT'er, maar ook bij het beheer van internet, ook bij een internetprovider gewerkt, ik weet welke wereld erachter zit. Ja. Ja, de ethische hackers, er zit hier ook een aantal, hè? We hebben jullie ook nodig hierin. Ja. Nou ja, ook daar is gewoon steun nodig, want als je dan kijkt naar zo'n... Responsible disclosure, heb ik al heel veel discussie over gehad. Ik vind de intentie heel goed. Ik ben sowieso heel blij dat het gelukt is om ook in de Kamer een beetje in de Kamer breed voor elkaar te krijgen. Dat niet hacken gewoon als iets enorm engs en gevaarlijk. En dat zijn allemaal hele enge, nare mannen. Battlepants, battleboots, allemaal capuchon op pizza's, cola. Nou ja, je kent alle vooroordelen wel. Die allemaal alleen maar slechte dingen doen. Het is inmiddels gelukt om dat beeld een beetje bij te draaien. Hele leuke mensen hoor. Ja, zijn soms net gewoon de mensen. Ja. Ja. En dan heb je zo'n responsible disclosure waarin je een bepaalde intentie uitspreekt. En dan bescherm je uiteindelijk helemaal niet de hacker. En denk van wacht even. Maar was dat nou niet juist de bedoeling van die responsible disclosure? En dat zijn wel discussies. Die zijn niet sexy in de Kamer. Nee, maar... Zorg, onderwijs, werk, dat is allemaal... Scoor je mee. Ja, dat is echt core business daar. Maar... Technische onderwerpen zijn lastig en om dat hoog op de agenda te houden. Nou ja, ik doe heel erg mijn best. Maar ik zeg ook, benader gewoon Kamerleden. Ja. Mij zullen ook natuurlijk, want ik vind het altijd leuk om over techniek te praten. Want dat blijft toch een beetje, het zit toch in mijn hart. Dus, Ik hoop dat als dit wetsvoorstel straks de Kamer inkomt, dat je nog even terugdenkt aan ons. Je kunt ook op je gemakje de filmpjes nog terugkijken. Stuur ze door naar de andere Kamerleden. Dat je zegt, weet hoe het zit? Door, kijk hier, bij TechTalk. Nou ja, wie weet. Hè? Het gaat ook over jullie. Het gaat over jullie inderdaad. Nou, dan willen ze allemaal kijken. Ja. Maar ik wil in ieder geval hartstikke bedanken dat je de hele avond hier bij ons hebt gezeten. En hier zijn we nog lang niet over uitgepraat, maar we zien je gauw weer terug. Ja. Oké, dankjewel. Bedankt. Astrid Oosterbrug. Okay. Ja, ik doe even zo, want dat is niet een gastspreker. Oh, daar komt ze, Nancy Vermeer, die heeft de hele avond onze Twitstream lopen volgen. Wat werd er allemaal getwitterd op de hashtag TT6? TikTok aflevering nummer 6, lekker kort, lekker... Ah, daar hebben we Nancy, hallo! En op @TikTokNL. En er zal ook van alles en nog wat rondgevlogen hebben. Wat waren de reacties vandaag? Nou, als eerste waren er een aantal mensen die misten een livestream. Dus toen heb ik gezegd dat live beter was dan stream, dus kom vooral deze kant in. En een van die mensen die is ook daadwerkelijk hier naartoe gekomen en die staat dus nu in de zaal. Tof. Ik weet niet wie dat is, misschien kan die even zwaaien. Nee,
Waarschijnlijk niet. Dit is een reden voor, hè? Want ja. Volgende maand doen we het weer wel. Dan gaat het over onderwijs. Dat is allemaal vrij onschuldig. En die mensen die zijn gewend om publiekelijk voor de klas te staan. Maar wij moeten natuurlijk ook met privacy en vrijheid van meningsuiting moeten wij ook een beetje voorzichtig omgaan. En daarom hebben we geen livestream gedaan. We kunnen achteraf nog knippen als mensen zeggen van ja, ik heb wel iets willen roepen in de discussie, maar ik wil niet op beeld. Dat soort dingen. Dus soms doen we dat wel, soms doen we dat niet. Ja, helaas. Nou ja, goed, moeten we een beetje aan denken. Dat dus. Verder nog? En even kijken, Theo de Wit, die is hier volgens mij ook in de zaal. Die tweette op een vraag van Astrid Ozenburg aan Brug, aan Jan-Jaap Oelemans. Hoe toekomstbestendig vind je dit wetsvoorstel? Okay. Toen tweette hij, nou net zo vluchtig als de technologie zelf. Dus dat vond ik op zich wel een goeie. Okay. Want doordat als de technologie verandert, dan krijgen we natuurlijk toch wel altijd nieuwe dingen die we nou ook niet kunnen voorzien. Ja, wetswijziging, computercriminaliteit 4, 5, 6, 7.1, 7.2. Dus dat is een ongoing proces. En diezelfde meneer die tweette ook dat het hier op het podium een waterval aan informatie was. Goed zo. Dat het soms, ons werk tenminste nog goed. Ja. Dat het soms net een battle leek, zeg maar, als er meerdere gasten op het podium stonden. Een battle? Ik bedoel, ja. Die zijn nog zo vriendelijk. Dus nou ja, dan denk ik dat het doel geslaagd is, namelijk dat de mensen heel veel informatie hebben gekregen. Ja. En het belang van de e-commerce en van de bedrijven, zeg maar, dat wordt ook opgepikt. Dat is ook een keertje geretweet. Het economische belang als derde dimensie, het speelkwartier is over. Die quote, dat was een goeie. Dat is wel wat we hebben willen doen. Tuurlijk is het een inbreuk op de privacy en allerlei grondrechten en zo. Dat weten we, dat wordt ook heel uitgebreid besproken. Maar er zijn meerdere dimensies. Hè. Bedoel, technologisch gaat er allerlei mis. Bedoel, je kan misschien wel juist onveiliger maken. En dat kost een hoop geld. We gaan vertrouwen kwijtraken, dat soort dingen. En mijn ervaring is dat als het gaat om veiligheid versus privacy, dan is het 10% die roept heel hard schande. En 90% zegt, mooi, joh. Maar als je zegt van het kost een hoop geld, dan kunnen luisteren die Nederlanders weer wel. Dat vind ik dan wel weer zo typisch Holland, weet je wel. Oké, dus dat waren dat was het. Dat het is wel Twitter, er wordt toch af en toe nog wel iets geroepen van die gozer ziet hij niet uit of helaas geen smeuïge geroddels of zo vandaag. Dat vind ik zo leuk aan Twitter. Geen anonieme mensen die er lopen flamen of zo? Nee. Wel wat hackers die achteraan de zaal zitten, die hebben gezegd dat ze er waren. Zijn er? Dus dat wist ik al. Die hebben ook weer van zich laten horen uiteraard. Dus en ik denk dat iedereen verder gewoon de hashtag kan gaan teruglezen thuis, TT6. Ja. Oké, nou wil je toch nog wat kwijt? Gooi het erop, TT6. Nou, dankjewel, Nancy Vermeer. Oké. Daar kom ik weer, maar dat vinden we leuk dat de gasten op het balkon zitten, weet je wel. Maar het kan zijn dat ze vragen hebben aan jullie en dan zit je zo hoog. Dus ik zou zeggen, kom anders even naar beneden. Of als ze specifieke vragen hebben aan jullie, dan kun je ook antwoord geven en zo, weet je wel. Dus gaan we even de zaal in voor reacties links en rechts. Inderdaad, het was een hele stortvloed die over u heen is gekomen. Het kan zijn dat u denkt van, ik heb dat of dat niet begrepen. Kan die meneer of mevrouw dat nog even uitleggen? Het kan ook zijn dat u een eigen theorie heeft over het hele gebeuren. Als het maar over de cybersurveillance gaat. En niet over milieu of dat soort dingen. Daar zijn we hier niet voor natuurlijk. U wil wel even wat roepen. Frans Kolkman, ik ben van de politie. Ja, kijk eens aan. Goed dat jullie er ook zijn. Nou, even een weerwoordje. Ik hoop niet dat... Ik voel het alsof ik op het verkeerde feestje ben. Dat krijg je natuurlijk wel. Nee, ik ben op het juiste feest. Er zitten heel veel collega's trouwens ook. Hoor, maar dus, ik. Maar wat ik nog wel wil belichten, wat nou ondergesneeuwd wordt. Hè, De politieopsporing heeft deze middelen nodig, omdat we zometeen wel of geen boeven kunnen vangen. Ja. Zo simpel zit het. Ja. We gaan niet in netwerken, in routers zitten, rotzooien. Het gaat om die endpoint dingen, waar we trojans willen hebben om mee te kijken met versleutelde communicatie. Ja. En wat de politie de afgelopen 5 jaar heeft ingeleverd, is dat wij voorheen de communicatie van criminelen konden onderscheppen. Ja. Dan weet je wie de baas is, je weet waar het geld blijft, je weet wie de handlangers zijn. En de afgelopen 5 jaar, door allerlei technologieën die ingevoerd zijn, door versleutelde Twitter, Tor, noem het allemaal op, WhatsApp, al dat soort producten zijn inmiddels versleuteld. En dat betekent dat de politie niets meer meekrijgt van de communicatie. Ja. En je zal snappen dat als je dat niet meekrijgt,
dat je daar gewoon geen boeven mee kan vangen. Nee. Als je, ik ga dat nou niet helemaal uitleggen, want het lijkt wel... er hebben meer mensen die roepen nu van alles over... dat ze verstand hebben van het recherchewerk, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, nee. De politie moet boeven vangen. Die moet de bad guys, daar gaat het om. Ja. En als je ons de tools ontneemt, en natuurlijk ontwikkelt het recherchewerk zich... dus boeven vangen met een loop van begin 1900, dat doen we nou ook niet meer... en deze tools, deze set van tools, en nou ja, dat decryptiebevel ben ik ook helemaal klaar mee, dat hoeft helemaal niet. Oh, dat hoeft helemaal niet. Okay. Nee. Maar die Trojans, wel. Ja. Want, okay, want... Dus en als je dat niet doet, en dit geldt voor de lange termijn, voor de toekomst, en we hebben deze tools niet, dan vangen we zometeen gewoon geen boeven meer. Nee. Okay. Het ging vanavond veel over vertrouwen. Eigenlijk zeg je, heb een beetje vertrouwen in ons. Nou ja, er is overal democratische controle, hè? Want er zit nog steeds een rechtercommissaris, waar Bart dus niet zoveel vertrouwen in heeft, maar een rechtercommissaris is een onderzoeksrechter in Nederland benoemd door onze democratie, die toestemming geeft en die het middel weegt en die zegt, nou, wel of niet. Ja. Hè? En nou ja, goed, en wat er dus nu steeds vanavond niet langskomt, is als we dit nou niet doen, wat gebeurt er dan? Wat dan? Nou, dan, we zitten nu al op een oplossingspercentage van 24%. We doen het in de bulk gewoon niet goed. Ja. En als we nou ook nog niet een geavanceerde tool die nu wordt ingevoerd... Nee, het is het repareren van opsporingsmogelijkheden... die we 5 jaar geleden zo'n beetje verloren zijn. Ja. Dus het is niet iets geavanceerd vooruit, maar repareren van iets wat we niet meer kunnen. Ja, een inhaalslag. Dus. Ja. Goed, misschien dat iemand uit Zandvoort, misschien ook een van de sprekers erop wil reageren. Ja, u wilt hier specifiek op reageren of heeft u een ander punt? Ah, kijk eens aan. Ik kan me herinneren van de vorige TikTok nog dat er iemand van de cybercrime unit hier was. En die sprak zijn geluk uit dat er een officier van justitie was die in ieder geval verstand van zaken heeft. Oh, dat was Pim Takkenberg, teamleider van Team Hightech Crime. Ja. Zoals ik nu net hoor met een rechtercommissaris die zo'n verzoek zou moeten gaan beoordelen. Volgens mij is er een gebrek aan kennis dat een rechtercommissaris of een officier van justitie kan beoordelen of een verzoek wel terecht is of niet. Ja. Dus moet je niet eerst daaraan gaan werken dat er dus voldoende kennis is. Dat merk je in de Kamer ook al. Dat er voldoende kennis van zaken is om dat soort dingen te beoordelen. Ja, ja, die toetsingscommissie waar Bart Jacobs het over had, hè, dat zou wel een goede zijn. Die mensen die komen dan binnen en die kijken dan van, klopt het allemaal Volgens mij, als ik dat goed begrepen had, is dat meer achteraf. En niet een tap geplaatst wordt dat of er wordt een trootje geïnstalleerd, dat dan op dat moment al echt op de juiste manier getoetst wordt of het valide is dat zoiets geplaatst wordt. Oké, prima. Goed, ik ga even verder. Ja. Oh, kijk, ja, Simon Haan, ja, altijd leuk. Dankjewel. Ja, ik wil even van Tom vroeger ergens voor. Ik wil even reageren op eigenlijk de requirements die net vanuit de politie kwamen. Dat is 1, het repareren van wetgeving die niet meer bruikbaar is. En 2, het gaat over de endpoint. Zullen we dat dan gewoon ook opschrijven in deze wet? En niet een wet maken die ook de apparaatjes die wij maken. U mag straks TomTom-apparaten die aan een netwerk hangen, mag u ook gaan hacken, die endpoints. Ja. Nou zijn wij erop voorbereid, want we zijn er ons stinkende best aan doen om ervoor te zorgen dat die dingen helemaal dichtgetimmerd zijn. Ja. Dus we zien nu een wapenwet lopen ontstaan. En waarom moet ik dat? Dat is omdat er in een andere wet, privacywetgeving, staat dat ik de zaken adequaat moet beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang. En ik beschouw op dit moment dat nog als ongeautoriseerde toegang. Ja. Maar mijn hoofdpunt is, deze wet is dus te wijd. We zijn dus een wetgevingssysteem aan het maken wat breder is dan eigenlijk de specificaties van degene die hem nodig heeft. Ja. In de IT weten we dat dat altijd het ongeluk rijdt en in wetgeving ook. Dus hij kan veel simpeler. Dat is goed nieuws. Een TomTom is ook een geautomatiseerd werk, maar wat kan ik erbij voorstellen? Dat is een crimineel die komt ergens aan, bestemming bereikt, en dan staat voor het politiebureau. Zoiets? Of wat gaan ze doen met die spullen van jullie dan? Nee, het kwam net langs, die auto. Alle auto's worden connected. Ja. Oh, oké, okay, dus ook meer de besturing dus van de auto. Dus dat net gezegd kan zetten. Het ingrijpen in je auto is niet ondenkbeeldig. Nee, okay. We hebben het over de self-driving car. Die rijden nu in prototypes rond. Dus deze wet maakt het mogelijk om veel verder in te grijpen dan je lief is. Ja, en vervolgens maken we het afhankelijk van inderdaad het punt. Wetgevers en beoordelaars die... daar kun je een kennisvraagstuk neerleggen. Maar die kunnen eigenlijk niet overzien wat er gebeurt. Nee.
Terwijl het niet nodig is, want de behoefte is eindpunten en repareren van bestaande wetgeving, die overigens alleen in Nederland van toepassing is. Dus dat internationale aspect kunnen we dus blijkbaar er ook uitslopen, want het is repareren van bestaande wetgeving. Ja, nee, ja, dus het kan veel simpeler. Oké, okay, het kan simpeler. Andere reacties? Links, ja, op de hoek. Ja. Hallo. Hoi. Wat ik zie is eigenlijk vrij simpel. Het gaat om iets veel fundamenteler. Oh, okay. Ik zie een uitvoerende macht. Ik zie het politieapparaat wat politiek gaat bedrijven. Die is aan het lobbyen voor wetgeving. Ondertussen is haar eigen taak aan het uitbesteden aan derde partijen zoals Fox IT. En vervolgens is het resultaat wetsvoorstellen die A, niet proportioneel zijn en B, niet doelmatig zijn. Ooit is mij geleerd dat de Nederlandse rechtsstaat en de manier waarop onze staat überhaupt in zijn algemeenheid functioneert, heel anders is ingericht. Oftewel, er zijn veel grotere fundamentele problemen die aangepakt moeten worden voordat we onze maatschappij nog meer schade aandoen. Okay. Ja, oké, dankjewel. hier links of rechts, of willen jullie gewoon allemaal naar de bar, dat kan ook natuurlijk. Dat, ja, nog even een reactie? Nee? Oh, ja. Ja, kijk eens. Eén vraagje over de havens, de luchthaven en de zeehaven. Als je die en gaat de werken, datahaven. Ja. Michiel, hoe zorg je dat enerzijds de luchthaven die ontzettend zwaar gereguleerd is, hoe zorg je voor de analogie met een datahaven waarvan je zegt, daar moet een stukje vrijheid en zelfregulering op zitten. Die vergelijking die vind ik heel lastig. Oké, het klinkt praktisch, maar ook een beetje filosofisch. Dat is wel leuk. Michiel, zoals wij de luchthaven nu reguleren, beheren, hoe gaan we dat met ja, de AMX noem je het eigenlijk, hè, de Amsterdam Internet Exchange, maar eigenlijk Nederland als data hub. Dat... Ja, ik zei het nog tegen Lloyd, vergelijkingen gaan altijd manken. En een van de makken van het internet is dat we proberen met z'n allen metaforen te verzinnen, hè, de bouw of weet ik wat, en die gaan altijd mank. En want er zijn overeenkomsten, we proberen die hele virtuele wereld in brick and mortar een beetje te begrijpen en daar regels op toe te passen en dat werkt gewoon niet altijd. Dus om concreet op jouw vraag te beantwoorden, wat voor luchtvaart geldt ten dele voor de IT, maar voor ten dele ook weer niet. Dat is een antwoord waar je niks aan hebt, heel concreet. als je zegt van hoe is dat beveiligd en hoe moet je dat dan beveiligen? Was dat feitelijk je vraag? Hoe moet je dat dan beveiligen in de... Nou, zelfregulering is goed voor het publieke domein, hè, dus voor civielrecht en dat soort zaken. Mijn punt is niet dat het allemaal via zelfregulering opgelost kan worden. Mijn punt is dat je het niet moet oplossen door in te grijpen in de digitale infrastructuur. En toch met z'n allen slimmere oplossingen moet verzinnen. Simon deed net een hele mooie aanzet. Even scherper kijken naar het wezenlijke probleem, de juiste terminologie gebruiken. Goed kijken naar feitelijk wat je probleem, wat je probeert op te lossen en wat je probeert... aan te pakken en daar veel meer toegesneden specifieke maatregelen op verzinnen. In plaats van te zeggen van nou, er gebeurt iets op de weg wat ons op de luchthaven wat niet wil. Dus we gaan een mijnenveld aanleggen. Hè? Want dan gaat het zeker lukken. Dat is niet de weg om te bewandelen. Nee. Dus specifieker, gerichter. En die metafoor, ja, daar moet je eens mee uitkijken. Dat is ook mijn punt. Ja, oké. Okay, nou, dankjewel. Ja, ik denk dat we nog wel even door kunnen gaan. Straks met een biertje, dan gaan we even door. Ik loop even terug naar het podium. Want, dames en heren... Kijk, Tech Talk Late Night, wij zijn niet van een omroep of zo. We krijgen ook geen cultuursubsidie of dat soort verouderde cultuurconcepten. We doen ook niet aan copyright, alles is Creative Commons. En u kunt ook nog gratis hier naar binnen komen. Nou, waar wordt het dan voor betaald? We hebben het apart bedacht. Gewoon in iedere aflevering hebben we een andere partner die in de informatiesamenleving een bepaald maatschappelijk onderwerp wil agenderen. Wij verkopen geen spullen, wij verkopen boodschappen. En dan wel maatschappelijke boodschappen. Nou, zo hebben we dus ECP gehad, HCC, ook hier de politie, allerlei groepen die iets doen in de informatiesamenleving, daar iets over te zeggen hebben. SIDN was ook zo'n goed voorbeeld, Kennisnet, volgend maand voor de tweede keer maar liefst. Onze partner van vanavond, en ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk ook wel heel erg trots ben dat Google ook een keer Tech Talk Late Night partner is geweest. Mag ik daarom tot slot nog even een daverend applaus voor Roger Klimby. Goed. Ja,
dames en heren, dit is hem dus. Hè? Als je dus bij google.com wat intypt, dan gaat het ook hier. Ik heb mijn vele vrienden. En je vergeet niet, Chris, we hebben natuurlijk ook de Dutch Hosting Providers Association als medepartner. Die hebben het samen gedaan, inderdaad. Ja, absoluut. Maar jullie als meeste verteld, dus ik denk, doe jou aan het einde. Ja, nou, vooruit dan. Daar krijgt iedereen bier van, dus dat is fijn. Oké, mooi. Hey, Google die een avond steunt over de wetgewijziging computercriminaliteit. Ja. Waarom? Nou ja, kijk, heel eenvoudig eigenlijk. Voor ons is het belangrijk dat je als je dit soort overwegingen, dit soort wetsvoorstellen ziet, dat je met elkaar een goed debat organiseert. Dat je met elkaar nadenkt, is dit iets wat we willen? Is dit een effectief middel? En kijk, het belangrijkste is dat je zowel met overheid als bedrijfsleven, als academici, als NGO's, als de mensen in de sector zelf, elkaar daar een goede discussie over hebt of dit is wat we uiteindelijk met z'n allen willen. En daarom leek het ons goed om zo'n avond te organiseren. Want ja, wij zijn natuurlijk een bekend internetbedrijf. Dit soort zaken gaan ons ook aan het hart. Altijd al. En zeker nu in deze periode nog extra. Dus ik denk dat dat cruciaal is dat we dat doen. En ik hoop dat iedereen dit ziet als misschien als een eerste aanzet. Misschien als een onderdeel van een brede discussie die we met z'n allen, en ik heb al veel goede suggesties gehoord vandaag, met elkaar moeten voeren hierover. Ja. Dat is echt cruciaal. Gaan jullie nog meer doen op dit terrein? Nou ja, kijk, dit is voor ons een eerste stap. Ik wil eerst eens even kijken wat hier uiteindelijk uitkomt. Ik denk dat ik nog velen van jullie zal spreken vanavond. Ik weet nog niet zeker wat we hierna precies allemaal gaan doen, maar laat het zo zeggen. Het onderwerp heeft onze aandacht, zoals dat zo mooi heet. Oké, ja. Goed, jullie doen natuurlijk ook praktisch een aantal dingen om te voorkomen dat er al te veel afgeluisterd wordt. Ik weet niet of u dat weet, maar als u Gmail gebruikt, dat wordt dan ook encrypt, van het begin en het einde. Dus dan kun je onderweg niet zomaar afvangen en kijken van wat heeft die er weer te zeggen. Mm-hmm. Je kan ook incognito surfen, geloof ik. Hè? Dus dan ben je ook een beetje onbekend. Ja. Maar wat voor dingen doen jullie nog meer praktisch gezien? Nou ja, kijk, je moet nagaan wat voor ons cruciaal is, is dat gebruikers weten dat hun... Ja, de data die ze met ons delen, maar ook de gegevens die je bij Google met elkaar deelt. Dus denk aan e-mails, Google Drive, dat soort zaken. Dat absoluut 100% veilig is. Nou, dat proberen we zo goed mogelijk te doen. We hebben 50% engineers bij Google ongeveer. Die zijn de halve dag allemaal bezig dat soort dingen te organiseren. Dus wat doen we verder? Denk dan aan zaken als we hebben bijvoorbeeld een extra beveiligde manier om in te loggen bij Gmail. Om maar eentje te noemen. We hebben bijvoorbeeld onze datacentra, daar kan ik niet heel veel over vertellen, maar ik kan je wel zeggen dat dat sowieso beveiligd is. Dat is de hoogste standaard die we kunnen bedenken. En niemand riep net, it's an arms race, dat is het ook. Ja. Omdat het cruciaal is dat die dingen zo goed mogelijk beveiligd zijn, op elk mogelijk terrein. Dus dat zijn zaken die we doen. En we investeren daar heel veel tijd, moeite en geld in om dat te doen. Omdat het uiteindelijk het belangrijkste is, als je ons vertrouwt met je gegevens om die... delen met ons, dan is het absoluut cruciaal dat je ook weet dat we de allerhoogste standaarden hebben in veiligheid. En daar werken we elke dag weer aan. Oké, prima. Voordat we naar de borrel gaan, nog een laatste boodschap of heb je ook dat? Nou ja, ik heb al wat gezegd natuurlijk. Kijk, het enige wat ik jullie absoluut wil meegeven is, ik heb veel bedrijven hier gehoord die input hebben gegeven, althans ook in de consultatie en vanavond weer. Ik denk dat het cruciaal is, los van wat de politie heeft gezegd, groot gelijk dat je zegt, ik wil precies weten, ik heb middelen nodig om dingen te doen. Maar laten we daar heel nauwkeurig zijn met elkaar, precies wat dat dan is, precies wat daarvoor nodig is, wat het probleem is. En die discussie moeten we absoluut met elkaar voeren. Omdat het absoluut cruciaal is om te realiseren, internet is natuurlijk, dat weet ik vanuit mijn bedrijf als geen ander, een internationaal fenomeen. Het is heel belangrijk om dat heel nauwkeurig met elkaar te kijken hoe je dingen doet. Omdat je anders misschien onverhoopte gevolgen hebt die niemand wil. Nog de gebruiker, nog bedrijfsleven, nog de overheid, kan ik me voorstellen. Okay. Dus zet het debat voort. En dat is het belangrijkste. Het wetsvoorstel dat gaat nou naar de ministerraad. Als goed voor de kerst hebben die dan besloten om nog dingen aan te passen. Misschien dat dit of andere dingen daar nog toe doen. Dan gaat het weer naar de Raad van State. Dat is allemaal heel bureaucratisch. Maar ergens in het voorjaar komt het in ieder geval in de Kamer. En tot die tijd moeten we door blijven discussiëren of dit wel is wat we willen. Nou, hopelijk hebben we hierbij een bijdrage kunnen leveren. En dan wil ik jou in ieder geval hartelijk bedanken dat je dat ons nog mogelijk hebt gemaakt. Dankjewel. Rogier Klimby. Dankjewel, Chris. Goed. Volgende maand zijn we er weer. Ik had het in het begin al kort even gezegd. Weer met KennisNet. Wel leuk, want die zijn al een keer eerder geweest. In juni hadden ze het over data-gedreven onderwijs. Met learning analytics. Of dat soort dingen. Dat is eigenlijk een soort privacy-schending die je graag wil. Zodat de kinderen beter leren. Dus dat kan je het ook niet zeggen. Maar dat was inderdaad heel interessant om die moeilijke techniek
breed toegankelijk te maken voor het publiek. Nu zijn ze er weer, want ze lanceren een soort trendrapport van welke kant gaat het op ICT in het onderwijs. En dan gaan we ook vooral kijken naar de fysieke aspecten van ICT. Dus hoe je bijvoorbeeld met sensoren in je lijf dingen kan meten en verbeteren. Embodied learning, dus dat je nieuwe technologie gebruikt om met je hele lichaam te leren. We gaan natuurlijk ook weer even naar learning analytics kijken. Chips, allerlei toestanden, heel interessant. 3 december zijn we er weer. We hebben ook in de zaal hiernaast, want dat doen we dan ook wel eens, allerlei spullen waar je wat mee kan doen. Er gaat geloof ik een drone vliegen en je kan 3D-printen, al dat soort grappen en gollen. Nou, als je wilt komen, mail even naar dinsdag@techtalk.nl. Kan ook anoniem, pseudoniem. Dat doen wij puur om u te informeren over het programma en om te kijken hoeveel mensen er komen, hoeveel stoelen we neer moeten zetten. En deze filmpjes van nu, die zijn over een week ongeveer online te bekijken. Nou, ik hoop in ieder geval 3 december weer terug te zien. En zo niet, dan zijn we in het voorjaar weer. Goed, het zit erop. Mijn naam is Chris van het Hof. En jullie bedankt voor deze avond. Tot ziens!